Goedemorgen. Welkom iedereen op deze zeer bijzondere en eerste online TVVL Techniekdag. Het is een raar jaar, maar ik ben toch heel erg blij dat we elkaar op deze manier dan kunnen treffen. Het is enigszins bijzonder, want we kunnen jullie ons niet voor ons zien. Maar we weten uiteraard dat jullie erbij zijn. Deze keer beleef je het dus volledig vanaf je eigen locatie. Met je eigen koffie. Maar hou ook zeker je deurbel in de gaten, want wellicht komt er straks voor de lunch nog wel iets bij je langs. Ik ben Kees Boekel. Ik ben kersvers bestuurslid bij TVVL voor kennisontwikkeling. Ik werk bij Engie als programmamanager BIM en ik mag vandaag jullie dagvoorzitter zijn. Naast mij staat mijn sidekick, Olaf Oosting. Hij is vandaag de moderator. Olaf, waar kunnen mensen voor bij jou terecht? Ja, dank je Kees. Iedereen kan vandaag zijn vragen kwijt in het platform. Rechtsboven zien jullie onder andere de chat staan. Daar kunnen jullie straks al jullie vragen voor alle sprekers kwijt. En dan ga ik een aantal leuke vragen uitfilteren om die daadwerkelijk ook aan de mensen te stellen. Kort, mijn naam is Olaf en ik sta hier vandaag vanuit mijn rol als bestuurslid voor marketing en communicatie. In het dagelijks leven ben ik directeur bij Valsus Simonis, maar vandaag vooral om de moeilijke vragen die jullie hebben, de leuke vragen die jullie hebben aan de mensen te stellen. Yes, dankjewel Olaf. Dus spam Olaf vooral met al die vragen, opmerkingen. Noem het allemaal maar op, niks is te gek. Stel ze echt in de chat. Maar voordat we nu het programma ingaan, wil ik eerst met jullie door een aantal vragen heen lopen. Om toch even stil te staan bij dit vreemde jaar. He, want waar we dachten dat 2020 allemaal het jaar zou worden dat we zouden gaan knallen, zijn we dat nog steeds aan het doen, maar wel op een compleet andere manier dan dat we ons hadden bedacht dat we begonnen aan dit jaar. Dus daarom hebben we een aantal vragen. En ik weet niet, Olaf, de eerste zit hier op dit moment in de poll? Ik heb de eerste, die ga ik er nu uitzetten. Dus die popt nu op in jullie scherm. Dus ik ben benieuwd, Kees. De eerste vraag gaat over wie dan de digitale transformatie leidt binnen jouw bedrijf. Is dat 1. de CEO? Is dat 2. toch wel een vrij nieuwe rol, de CDO, dus de Chief Digital Officer? Of is dat 3. COVID-19? En wachten we even op jullie antwoord. En totdat we bij het antwoord komen, ben ik toch wel benieuwd hoeveel van jullie wellicht dit soort momenten thuis hebben meegemaakt de afgelopen periode. En je ziet dat deze man zeer, zeer, zeer content is met dat hij lekker de hele tijd thuis mag werken en lekker in die Zoom-meetings mag zitten. En wat misschien ook wel het woord gaat worden van dit jaar, of het woord van het jaar, of het zinnetje van het jaar is: je staat op mute, Kees. He, want dat is hetgeen wat we de afgelopen tijd al heel veel gehoord hebben. En Olaf, zijn inmiddels de resultaten binnen van de poll? Nou, ik zit nog te wachten. Ik heb 1 iemand die gestemd heeft, dus er moet er nog wat meer bij. Oh mijn god, dat zegt wat over dit, de... Ik ben benieuwd. Dit is wel een voorteken voor de participatie in deze manier. Om de uitslag te zien, moet je de poll stoppen. We krijgen hier even een technische uitleg, jongens. Okay. Maar nog, ik heb nu 2 stemmen, dus het gaat de goede kant op. Dit zegt wat over de participatie. Kunnen we de volgende poll er ook in gooien, Olaf? Ik weet niet of dat tegelijk kan. Ben je er klaar voor? We gaan het gewoon doen. Okay. Mag de film uit? Dankjewel. Sorry, we moeten af en toe wel een beetje afstemmen hier ten aanzien van hoe het doorgaat. De volgende poll, en die zal zo meteen komen, maar ik ga hem gewoon alvast oplezen, is hoeveel procent van de cursussen van TVVL gaat op dit moment online? Is dat 1. 0%? 2. 45%? Of 3, misschien dan ook echt 100%. Heb jij inmiddels de poll eruit kunnen sturen? Ik wacht nog heel even, Kees. Dan gaat hij eruit. En ik denk dat dat een van de mooiste prestaties is die TVVL de afgelopen, of dit jaar, toch wel heeft geleverd. Daar waar we het net hebben gehad over die hele digitale transformatie,
hebben we dat ook volop gezien bij TVVL. Want op dit moment gaat dus echt gewoon 100% van de cursussen in hybride vorm. Dus dat betekent dat je of op de mooie kantoorlocatie in Woerden kan komen, of dat je dus online kan volgen vanaf je eigen locatie. En ik denk dat het een ongelooflijke prestatie is. En dat zie je ook echt daadwerkelijk terug in aantallen cursussen. Want de aantallen cursussen die zijn gegeven is ook gewoon niet gedaald. En dat is een heel groot compliment aan het verenigingsbureau. Olaf, heb jij inmiddels resultaten van de poll binnen? Ik heb terugkomend op de eerste poll, de stemmer die we hebben. Chief Digital Officer. Toch wel. Toch wel. Toch wel. Ik ben heel benieuwd wie dat dan daadwerkelijk geweest is. Stemmen van de tweede poll die lopen nu binnen, Kees. En ik zie als voorlopig resultaat 45%. 45%? Is de inschatting. Dus dan kunnen we eigenlijk concluderen dat TVL het echt veel beter doet eigenlijk dan de verwachting. Of dat jullie het liever allemaal fysiek hebben natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Dan hebben we nog één laatste poll. Hebben we daar nog tijd voor? Ik ga hem klaarzetten. Hebben we er tijd voor? Volgens mij hebben we er tijd voor. Ja, daar hebben we nog tijd voor. Dat is heel erg mooi. Want de coronacrisis heeft natuurlijk heel veel negatieve effecten. De economie, daadwerkelijk op de well-being van mensen. Maar er zijn ook best wel een aantal positieve dingen die er gebeuren. En één daarvan kan zijn daadwerkelijk de bijdrage aan de klimaatverandering. En daarvoor hebben we de volgende polvraag voor jullie. Hoeveel procent lager of hoger was de wereldwijde CO2-uitstoot in de eerste helft van 2020 ten opzichte van een jaar eerder? Dus ten opzichte van 2019. Is dat 2% hoger? Is het wellicht gelijk gebleven? Is het 3% lager geworden? Of is het maar liefst 8% lager geworden. De resultaten van de poll die zullen zo meteen binnenkomen. Ik ga hem uitzetten. Ja. Maar ik denk dat de meesten van jullie het nieuws ook wel gevolgd hebben. Namelijk, en we merken het ook allemaal, er zijn veel minder vliegtuigen, is minder verkeer, de industrie, er is minder activiteit. Dus je zou ook echt verwachten dat die CO2-uitstoot naar beneden gaat. En het is inderdaad waar, de CO2-uitstoot is in de eerste helft van dit jaar 8,8% gedaald ten opzichte van het jaar eerder. En het is al eerder, is het al in de jaarrede van Jaap Dijkgraaf tijdens de jaarvergadering aangehaald, in dat opzicht duurzaamheidsvoordelen heeft. Maar aan de andere kant, dat we ons nog maar af moeten vragen hoe duurzaam die verandering daadwerkelijk echt is. En later vandaag in het interview met Jaap Dijkgraaf zou ik ook daar met hem over spreken. We hebben het net al even gehad over de vragen en opmerkingen die je kan stellen. En om jullie even mee te nemen door het platform wil ik het woord even geven aan Olaf. Die jullie wat uit zal leggen over het platform en hoe het werkt. En daarna komen jullie weer bij mij terug. Dankjewel Kees. Maar goed, als ik kijk naar de resultaten van de polls, dan hebben we nog wat mensen die hadden mogen stemmen. Ik zie hier inderdaad ook wat vragen dat er niet gestemd kan worden. Dus een aantal mensen is dat wel gelukt, maar een aantal mensen niet. Nou, we hebben het mooi geprobeerd, Kees, maar helaas. Rechtsboven zien jullie de chat. En daarin, nou, dat, als ik kijk naar het aantal vragen, dan is dat jullie allemaal gelukt. Complimenten. Nee, we hebben nu zo het formele deel van de techniekdag en straks een aantal parallelsessies. En links, jullie zitten nu in de mainstage, daaronder zien jullie een aantal parallelsessies staan. De eerste twee zijn voor de eerste sessie en de tweede twee zijn voor de volgende sessie. Dus straks kun je ook tijdens, op het moment dat de parallelsessie starten, kun je daar, door daarop te klikken, ook daadwerkelijk naar de parallelsessie van je keuze toe. Oké, top. Dat, de vragen kunnen in de chat. Parallel, ook voor de parallelsessies kunnen die daar gesteld worden. Die komen dan bij de juiste moderator terecht. En dan, volgens mij. Nou, hartstikke goed. Ja, het is duidelijk. Hè? Als er vragen zijn, kan je terecht bij Olaf. Hij zal die op zijn beurt ook weer naar mij doorpasen. Dan wel aan de andere presentatoren die later ook zullen gaan aansluiten. Dankjewel, Olaf. Dan het programma van vandaag. Het is een vol, uitdagend en afwisselend programma. De tijd zal onze belangrijkste uitdaging worden. Dus ik ga er ook niet te lang bij stilstaan.
Wat we hebben is twee sessies van parallel sessies. Dus vanmorgen hebben we er één, vanmiddag hebben we er één. Daartussendoor hebben we even een intermezzo. Met nog wat met uitreikingen van prijzen die daarin zitten. Wat toelichtingen op een nominee van de Arriva Competition. Dan gaan we na de tweede parallelsessie verder met het plenaire programma. In dat plenaire programma zullen we onder andere Atze Boestra verwelkomen, die wat gaat vertellen over het PVE Gezonde Kantoren. En zullen we Hans in het Veen, longarts, aan, die zullen we in het Vlietland, gast uit Vlietland, zullen we verwelkomen om een toelichting te geven. En dan, ja, dan staat er ook die afsluiting. Normaal gesproken gaan we dan door met een hele mooie borrel. Dit keer hebben we een hele mooie pubquiz. Dus ga niet na de afsluiting denken van oké, ik ga naar buiten rondje lopen. Nee, blijf even lekker hangen en doe mee in de pubquiz. Kan je ook mooie prijzen winnen. Voordat we verder gaan met de parallelsessies, wil ik even een gelegenheid nemen om voor een paar decoraties en afscheid. En daarvoor wil ik onze voorzitter Jaap Dijkgraaf verwelkomen. Dank je, Jaap. Dankjewel, Kees, voor de gelegenheid die ik hier te baat mag en kan nemen. Ook namens mij al een hartelijk welkom op deze fantastische techniekdag vanuit deze mooie studio in Woerden. En ik neem jullie mee terug even kort naar de algemene ledenvergadering die we gehouden hebben. Kort voor de zomer, net voor de zomer. Toen hebben wij unaniem twee nieuwe ereleden benoemd. En ik wil graag nu de decoraties overhandigen aan het erelid Ben Bronsema, die nu de studio binnenkomt. Ben, jij mag hier naast mij plaatsnemen. Van harte welkom en fijn dat je hier bent. De algemene ledenvergadering was online. Toen zat jij achter je laptop thuis en zat je natuurlijk in spanning te wachten van ja, wordt er nu unaniem voor mij gestemd om als erelid toe te treden tot TVVL, ja dan nee. Nou, dat was heel snel besloten. Want ik denk ook niet dat er iemand getwijfeld heeft om jou te benoemen tot erelid. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. En je hebt een enorme staat van dienst. Ik heb ergens gelezen dat je in 1958 met dit prachtige vak begonnen bent. En ik mag wel zeggen dat de bekroning op je werk in 2013 met je promotie aan de Universiteit in Delft met het meesterwerk Earth, Wind and Fire. Ja, dat met recht een meesterwerk en een bekroning is op die lange loopbaan. En in die loopbaan ben je ook zeer actief geweest voor TVVL, voorzitter van de Technische Raad. En ik weet uit het verleden dat de Technische Raad was misschien wel belangrijker dan bestuur. Want daar werd beslist hoe het echt zat en hoe we er echt voor stonden en wat we echt moesten doen. En ook als hoofdbestuurslid ben je jarenlang actief geweest. Dus nogmaals veel dank. En beste mensen, het is aan ons om die symbiose die Ben geschilderd heeft in zijn promotieonderzoek, de symbiose van natuur en techniek, om die vooral uit te dragen. Om fundamenteel anders te kijken naar hoe we onze gebouwen klimatiseren. Ben, nogmaals fijn dat je hier bent. Ik heb een kort tijd gekregen, dus ik ga jou nu overhandigen wat hoort bij het erelidmaatschap. En ik hoop, de jaren tellen, maar ik hoop toch dat we jou als erelid nog vaak bij allerlei gelegenheden van TVVL mogen begroeten. Ik kan je dat niet in je handen geven, want de afstand. Maar Ben die krijgt een prachtige oorkonde en een mooie gouden speld. Normaal zou ik die opspelden, maar ook dat is natuurlijk nu niet te doen. En ik overhandig je, Ben, ook een prachtige bos bloemen. Prachtig. En misschien vind je het handig dat ik die even terug in de emmer zet. Heel graag, ja. Sorry, ik moet bij de microfoon blijven staan. Maar dit hoort bij het erelidmaatschap en nogmaals van harte gefeliciteerd. Aan jou de microfoon. Dankjewel. Ja. Ik ben ongeveer een halve eeuw lid van TVVL. En in die halve eeuw zijn er een heleboel dingen gebeurd. En er zijn mij twee ere dingen te beurt gevallen. Ik heb een keer de BJ Max-prijs gewonnen. En ik heb ook een keer de Gouden Penning gekregen van TVVL. En nu sta ik hier dan samen met Henk Willem zometeen het erelidmaatschap in ontvangst te nemen. Ik vind dat een ongelooflijk fijne en erezaak. In die halve eeuw, ja,
heb ik in de TV al heel veel geïnvesteerd. In tijd en in energie. En die tijd en die energie, ja, die moet je ergens vandaan halen. Nou, iedereen heeft het hartstikke druk. Dus uit mijn werk ging dat niet. Dus die tijd en energie die kwamen vaak uit gestolen tijd. Gestolen tijd, zoals Jaap Becker dat noemde vroeger. En die tijd die steel je van je gezin, van je vrouw, van je partner en van je vrienden. En ja, die gestolen tijd, die investeer je dan. En wat, krijg je daar wat voor terug? Nou, één keer is het mij gebeurd toen ik de BN Max prijs kreeg. Heel lang geleden, in 1993 was het geloof ik. Dat ik 5000 gulden kreeg van de vereniging. Dat was de BN Max prijs. En toen heb ik ten overstaan van de vergadering mijn vrouw Ilona naar voren geroepen. Gezegd, Ilona, ik heb dus de tijd van jou gestolen. Jij krijgt de opbrengst van de diefstal terug. En dan zijn we weer een beetje kiet. Nou, dat was een grapje natuurlijk. Maar zo bedoel ik het wel. Als je tijd steelt van je gezin, dan moet je op een of andere manier terug weten te geven. Ja, en iedereen heeft de druk. Dus ik, met name in de begin 90 jaar had ik het hartstikke druk. Bij mijn bureau hadden we een enorme grote opdrachten. En ja, toen werd ik ook nog gevraagd of ik gastdocent bij de TU Delft wilde worden. Nou, doe je dat wel, doe je dat niet? Nou, lang gedacht, moet ik dat wel doen, moet ik dat niet doen? Het tarief wat ze boden was over een derde van mijn uurtarief als adviseur in deze tijd. Dus. En toch heb ik het gedaan en daar heb ik er nooit spijt van gehad. Als ik het toen niet gedaan had, als ik die trein voorbij had laten gaan, dan had ik hier nu niet gestaan. En dan was mijn leven totaal anders gelopen. Maar soms heb ik wel eens gedacht dat ik hartstikke gek was. Om zoveel tijd en energie te investeren in iets wat buiten mijn werk lag. En ik heb daar ook een kleine anekdote, wil ik daarvan vertellen. Ik was in begin deze eeuw, 2004, was ik bezig met een Noorse collega aan het schrijven van een Riva guidebook over ventilation en smoking. En ja, we zaten in de laatste fase, we hadden de deadline en ik had regelmatig overleg met mijn Noorse collega. En ik weet dat wij zaten in ons zomerhuisje, dat was een hele warme zomer. Mijn vrouw lag buiten in het tuin. En zei, Ben, kom je nou ook? Je droge witte staat al klaar. En ik belde toen net met Håkon Skistrup, dat was mijn Noorse collega. En ik zei, Håkon, ik ben eigenlijk hartstikke gek. Waarom kan ik geen normaal mens zijn? Waarom kan ik hier niet van genieten? En toen zei Håkon de mooie woorden, Ben, it must be very dull to be a normal person. Nou, is dat waar? Is dat dull? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben misschien geen normaal persoon, maar een saai leven heb ik in elk geval niet gehad. En ja, mede dankzij mijn temperamentvolle vrouw Ilona was het trouwens weinig saai in mijn leven verder ook. Maar het was heel fijn om dat allemaal te mogen doen en te kunnen doen. Ja, en waarom zou je eigenlijk stoppen dan? Als je nog zoveel verrassing hebt in het leven, zoals nu ook. Waarom zou je eigenlijk stoppen? Het leven, wie weet wat het leven nog voor verrassing in het petto heeft. Ik moet denken aan Oscar Niemeyer. Dat is een beroemde Braziliaanse architect. Die is op zijn 105e jaar achter zijn tekenbord gesneuveld eigenlijk. Dus hij ging zo lang door en tot einde toe was het prachtig. En onlangs keek ik ook naar een concert van een Israëlische violist. Die was 98 jaar en die gaf nog een prachtig concert weg. Ja, waarom zou je stoppen als het nog zo leuk is en het leven nog zoveel dingen in het petto voor je hebt? Ik dank jullie wel, ik dank ook TVVL voor deze mooie oorkonde en deze eer die mij op de beurt valt. En ik hoop nog lang lid van deze club te mogen blijven. En zeker mijn 75 jaar nog vol te mogen maken, maar dat weet ik niet hoor. Ja, lidmaatschap dan bedoel ik. Ja, ja. Vind ik een mooie ambitie, Ben. Dank je wel voor deze woorden. En ja, jij bent het levendige bewijs van wat het je oplevert als je oprecht van je vak houdt. Ja. Daar kun je oud mee worden, letterlijk. Ja, 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 ja. Iemand vroeg mij eens, waarom heb je dit vak gekozen? En toen zei ik, ik heb dat vak helemaal niet gekozen. Het vak heeft mij gekozen. Ja, precies. 1958. Ja. Ben, dank je wel. Ik wil door naar onze volgende erelid, ook in de laatste gehouden algemene ledenvergadering benoemd. Henk Willem van Dorp. Henk Willem, jij mag ook hier naast mij plaatsnemen. Fijn dat je er bent, welkom. En ja, ook toen op de bestuursagenda het punt stond, de vraag, gaan we Henk Willem voordragen als erelid aan de Algemene Ledenvergadering, hebben we daar niet lang over gediscussieerd. Want Henk Willem, ik denk dat het was ongeveer 6,5 jaar geleden dat jij, ik zeg maar, in de stuurhut van TVVL klom. In die stuurhut was op dat moment leeg en we waren ook met elkaar een beetje verdwaald. En jij hebt in die 5 jaar als voorzitter, heb je de vereniging vaart gegeven, opnieuw. Je hebt ervoor gezorgd
als ondernemer. Hè, je hebt het ook ondernemend aangepakt. Je hebt ervoor gezorgd dat het zelfvertrouwen van de TVVL weer ging bloeien. Je hebt ervoor gezorgd dat we weer een positie kregen in de markt. Je hebt ervoor gezorgd dat we naar buiten gingen kijken en niet alleen intern bezig waren met zaken. En dat heeft tot groei en bloei geleid. We staan hier in het prachtige pand in Woerden. In korte tijd de tweede verbouwing. En dat mag toch ook wel op jouw konto geschreven worden. Het succes van de groei. De toename van cursisten en activiteiten enzovoorts. En daar zijn we jou zeer dankbaar voor. Je hebt je nek uitgestoken. En we weten dat je daar ook nog van geniet. Stiekem. Dat mag ook. Zo zit je in elkaar. En ik weet op die eerste vergadering dat je jezelf aankondigde als MBE met boerenafkomst. Nou ja, ik weet van de boerderij dat dat niet lullen maar poetsen is. Hè? Dus gewoon werken, armen uit de mouwen steken en gaan. En dat heb je gedaan. Ik wil jou zeer danken daarvoor. En ook de attributen. Die horen bij een erelidmaatschap. Zeer verdiend. De oorkonde wil ik je graag overhandigen. De gouden speld, nogmaals, die mag ik niet opspelden. Dan leg ik voor je neer. En ja, ook jou. Overhandig ik een prachtige bos bloemen. Dat kan wel zo, hè? Ja, precies. Ja, dat kan precies. En nogmaals, zeer veel dank voor wat je voor de TVVL in de achterliggende jaren gedaan hebt. En ik hoop nog steeds natuurlijk dat je actief bij ons betrokken blijft. Ja. Aan jou de microfoon. Ja, Jaap, dankjewel. Inderdaad, ik ben 3 maart 2014 ben ik benoemd als voorzitter. En bij mijn intrede heb ik gezegd, spanning geeft energie. Nou, dat is gelukt en ik heb dat tot 2019 met veel plezier gedaan. Meer plezier dan ik gedacht had. Ik heb beloofd mijn best te doen om de TVL weer de koers te krijgen. En zonder, ik wil niet arrogant zijn, maar ik heb het gevoel vandaag dat het aardig gelukt is. We hebben een nieuw enthousiast bestuur, hebben de regio's meegekregen met ons befaamde OGSM-model. Met dank aan Chris van Beckham overigens, die dat geïntroduceerd heeft. Dat staat, OGSM staat voor Objectives, Goals, Measurements, Systems en Measurements. En we hebben daarmee geprobeerd onze strategie door de hele vereniging te vertalen en ook met de regio's mee te trekken. Ja, toppunt was toch wel de komst van Jeremy Rifkin. Dat was een gok. Het was best duur, maar dat heeft ons wel op de kaart gezet. Wat ik jammer vind dat we Barack Obama gemist hebben. We hebben al een hoger bedrag neergelegd als bot als dat we eigenlijk durfden verantwoorden. Maar ja, er moet ook wat voor overblijven voor de nieuwe voorzitter Jaap. Dus hij heeft nu meer tijd. Dus u weet. Waar ik ook trots op ben is de verhuizing hier naar Woerden. Dat is ongelooflijk goed uitgepakt. Open werkruimtes, transparant, andere sfeer. En dat heeft goed gewerkt. Ook het kerst van de taart vind ik ook wel dat Techniek NL erbij gekomen is. Tot de dag van vandaag irriteert het mij enorm dat Isso de solo gaat. Die had hier ook gewoon bij gehoord. Maar ja, na 40 jaar hebben we toch het installatiehuis een beetje voor elkaar gekregen. De energietransitie en de coronacrisis laat zien dat wij als vereniging in het middelpunt van de belangstelling van de maatschappij staan. Lijkt er gek om los te lopen dat Jaap geen lid is van het OMT. Maar gelukkig heeft hij toch wel via Doekel een zekere invloed. Ja. En na een aantal jaren, we staan hier trots, zelfbewust, deskundig en sterk. Daar ben ik trots op. Ik heb de opdracht aanvaard onder het motto, spanning geeft energie. Ik sluit af met wrijving gaf glans. Dank voor het vertrouwen en dank voor het erelidmaatschap. Daar ben ik echt trots op. Ik heb er een krul van in bestaan. En ik verheug me op de ontmoetingen die vast te gaan komen. En ik ben nog stiekem jaloers op jou, Ben, dat je wel gepromoveerd bent en ik niet. Dank je wel. Dank je wel, Henk Willem. Maar Ben heeft ons geleerd dat het nooit te laat is, Henk Willem. Dus wie weet. We hebben ook nog een afscheid te vieren. Nou ja, afscheid vieren vind ik altijd ingewikkeld. Een afscheid vieren. Je viert eigenlijk een afscheid niet. Het is een soort weemoedig afscheid, denk ik. Theo Ockhuizen. Theo die komt de studio in. Theo is jarenlang lid geweest van het hoofdbestuur van TVVL. En ik heb daar een jaar van mee mogen maken. Theo, welkom. Fijn dat je hier bent. We hebben er al kort bij stilgestaan bij de ALV. Maar goed, toen was dat toch allemaal een beetje anders dan. Ja, het is nog steeds anders, maar we zijn er beter op ingespeeld. Theo, ik wil je toch bedanken voor al die jaren dat jij bestuurslid van TVVL was. En eigenlijk meer dan dat, vooral actief was met allerlei zaken. En
Ik vind het eigenlijk wel frappant dat deze situatie ons nu brengt met het afscheid op deze techniekdag. Want als er iets is wat aan jou kleeft, dan is het wel die techniekdag. Je bent jaren de dagvoorzitter geweest, je bent de motor geweest, de drijvende kracht. En ja, dat kenmerkt jou wel van de spil zijn rondom kennisontwikkeling en die kennis delen. En het bijzondere is dat je dat eigenlijk altijd, zoals je dat nu ook doet, met een glimlach doet. Ik heb jou eigenlijk altijd met die glimlach gezien. En je ziet eigenlijk overal wel gat in. Overal zie je wel een mogelijkheid om iets te gaan doen, iets te gaan ondernemen en het liefst anders te doen enzovoort. Dus het spijt me eigenlijk dat ik maar een jaar met jou mocht samenwerken. Hè? Maar ja, dat zit zo in alle structuren enzovoort. Nogmaals, dank voor je tijd die je beschikbaar hebt gesteld. En ik hoop van harte dat je niet natuurlijk nu als lid van het bestuur, maar toch als lid van TVVL volop actief blijft binnen onze vereniging. Want mensen zoals jij met een positieve inslag, met ideeën enzovoort, die hebben we keihard nodig. En ik overhandig jou onder mijn zeer welgemeende grote dank. Iets voor de late avond. Altijd lekker. En iets waar je mee naar huis kan. Ah, super. Alsjeblieft. Daar kan je met recht mee thuis komen. Dankjewel. Dankjewel. Theo, aan jou de microfoon. Ja, er is al veel gezegd. Wat kan ik daar nog eigenlijk aan toevoegen? Ik dacht het eigenlijk maar even anders te doen. Ja. In ieder geval, dank voor je woorden. En ik heb dit puzzeltje, dat staat voor mij symbool voor heel veel dingen. Je zou het symbool kunnen stellen voor de kolom waarin we werken. Met de architecten, de bouwers, de schilders, de vakmensen, de verenigingen, de overheid. Nou, een puzzel van ongekende complexiteit. Zeker als je vandaag de dag een energie-neutraal gebouw wil bouwen. Met prachtige techniek en alles. Maar het staat misschien ook wel symbool voor TVVL. Dat was best een complexe puzzel. Want dan heb je te maken met natuurlijk je leden. Je hebt te maken met je persoonlijke leden, je bedrijfsleden. Je bestuur, het team waar je mee werkt. Brandspartijen. Nou, kortom, echt een puzzel dat je denkt van wow, jongens, dat is echt niet normaal. En ik denk dan altijd maar van, als je zo'n puzzel hebt, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar je moet wel een beetje trainen en met elkaar werken. En dat vind ik nou het leuke van TVVL. Platform mens en techniek. Want natuurlijk zit hier ook een techniekpuzzel tussen. Maar er zit een rode draad in. Een veerkrachtige rode draad. Dat is de mens. Dus de mens en de techniek die samenkomen. En ja, het is best een complexe puzzel als je met elkaar de juiste dingen wil doen. En ik vind het heel erg leuk. En ik ben er ook heel erg trots op, Jaap, dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan die complexe puzzel van TVVL. En de dingen die wij met elkaar gedaan hebben. Want ik denk dat we met recht met elkaar trots mogen zijn op de dag van vandaag, waar we hier staan, online. Wie had dat kunnen denken? En de complexe puzzel die wordt naar de toekomst toe misschien nog wel wat complexer. Met de dynamiek die we tegemoet gaan in de snelheid. Ik hoop dat TVVL nog steeds blijft focussen op de mens binnen die techniek. Want we zullen het met elkaar moeten doen. En je had het net over afscheid nemen. Ja? Wij gaan geen afscheid nemen. Ik blijf net als Ben natuurlijk lid. Dat mag hartstikke duidelijk zijn. Maar ik vind het, ik ben er eigenlijk ook wel trots op dat die rode draad, de mens. Want ja, je neemt afscheid, in dit geval van het bestuur van TVVL. Maar dan zijn er ook weer andere deuren die opengaan. En ik vind het heel leuk dat ik themamanager ben geworden van Wij Techniek. Het opleidingsfonds waarin wij ook altijd veel samenwerken vanuit TVVL. Dus ik blijf me bemoeien met de mens. Ik blijf me dus waarschijnlijk ook bemoeien met het team van TVVL. Want daar heb ik me ontzettend goed vermaakt. Mooie dingen mogen doen en daar ben ik heel dankbaar voor. Dankjewel. Dankjewel Theo voor deze mooie woorden. Prachtig verwoord. Kees, ik geef jou graag weer het woord terug als dagvoorzitter van deze prachtige dag. En wens jullie heel veel succes met dit vervolgprogramma. Ja, dankjewel Jaap. En ook dankjewel inderdaad Ben, Jan, Willem en Theo. Het is mooi, want tijdens zo'n decoratie en ook zo'n afscheid krijgt de letter T uiteindelijk gewoon wel een iets andere betekenis. Namelijk ook gewoon wat trots. Want als je dat dan ziet, dan word je ook wel gewoon echt trots op de vereniging waar je daadwerkelijk bij zit. En dat we dus inderdaad zulke toegewijde mensen hebben die dit met elkaar realiseren. We gaan snel verder.
Want we hebben dus inderdaad die uitdaging vandaag en dat is de tijd. De parallelsessies die gaan zo ongeveer beginnen. Dus ik ga eventjes verder qua slides. Nu begint de parallelsessie 1 en straks om 11.35 uur begint parallelsessie 2. Ze hebben bijna een moderator. Dus je kan op het platform, dat heeft Olaf net al even uitgelegd, zie je dus die verschillende ruimtes. Daar kan je nu heen gaan om daadwerkelijk 1 naar de sessie te gaan met betrekking tot het gebruik van koude middelen. Hè, door Fons Penarts. Waarbij Wobbe van de Kieboom, de voorzitter van de expertgroep klimaattechniek, de moderatie zal doen. Of 2, naar Riool en Corona, door Francesco Francismon. Met betrekking tot, en dat zal moderator Walter van der Scheer zijn, die betrokken is daadwerkelijk bij de expertgroep ook daar. Daarna, op het moment dat die sessie over is, kan je zelf kiezen of je dus voor parallel sessie 2, of je dus blijft hangen in, ik zeg maar even, die ruimte van parallel sessie 1, omdat je dan de volgende sessie daar wil volgen, of dat je switcht naar de andere sessie. En voor degenen die nu nog aan het kijken zijn, wil ik nog even één ding wil ik er even indroppen. Dat is ook wel een mooie woordkeuze, denk ik, voor deze in dit geval. Dat ik hier in de coronatijd weer op het TVL-kantoor kwam, zag ik dit op het toilet hangen. En ik vraag me eigenlijk wel af wat een beetje de theorie dan wel achtergrond hierover is. Dus we zullen zo meteen na de parallelsessies, zullen we bij jullie op terugkomen. Stuur het vooral in de chat, want dan kunnen we dat ook daadwerkelijk zien. Wat dan daadwerkelijk de gedachte hierachter is. Want daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar of dat mysterie hierop gaat lossen. Opgelost gaat worden. Dan nog even als laatste. Om 12 uur verwachten je weer terug hier op Mainstage. Dus nadat de parallelsessies zijn afgerond en gaan we verder met het hele programma. Dankjewel en veel plezier bij de parallelsessies. Kijk, daar zijn we weer. Welkom terug iedereen. We zijn wat verlaat. Een van de corona dingen is dat eigenlijk alles wel redelijk op tijd start, heb ik gemerkt. Maar ja, vandaag hebben we toch nog wel een uitdagingetje. Maar goed, dat gaan we in de loop van het programma gaan we dat ook wel weer goed maken. Ik hoop in ieder geval dat jullie goede parallelsessies hebben gehad. Ik heb zelf even meegekeken en dat zag er inderdaad erg interessant uit. En ik zag veel activiteit in de chat. Dus het is ook zeer goed dat jullie die weten te vinden. Eerst Olaf, wat heb jij nog opmerkelijke zaken langs zien komen in de chat? Behalve veel felicitaties voor Henk Willem, voor Ben en voor Theo, heb ik nog geen antwoord op de vraag, Kees. Oeh, want dat is natuurlijk... Ik ben heel benieuwd of mensen uit de laatste parallelsessies het antwoord over de toiletbril nog even in de chat kunnen zetten, zodat wij ook weer volledig op de hoogte zijn. Ja, ja. Nou ja, ik ben er ook gewoon serieus waar erg benieuwd naar of er überhaupt antwoord op is gekomen. Dus laat het ons alsjeblieft weten, want wij zitten vol in spanning. Eventjes nog terugkomen. Kan het zijn dat de mensen lastig zijn gevallen terwijl ze in de parallelsessie zaten, Olaf? Is er misschien iets gebeurd bij hen? Weet je dat? Voor mij staat er ook iets achter jou. Lastig vallen, ja, het zou kunnen. Ja. Ik wil zeggen lastig vallen. Ik weet niet of de deurbel gegaan is, hoe laat en waar. Ik hoop dat de meeste mensen inmiddels een dergelijk pakketje hebben gekregen. Het ziet er heel lekker uit. En wij zitten stiekem al wat te snoepen, want deze ziet er nog helemaal intact uit. Maar er staan hier nog meer. Lekkere broodjes, chocola, wat drinken. Dus ik hoop dat jullie ervan genieten tijdens deze sessie. Ja, zeker. Dus geniet daar ook zeker van. En dan kunnen wij inmiddels, vervolgens kunnen we verder gaan met het programma. En dan willen we eerst even stilstaan bij Klima 2022. En dat willen we inleiden met een kort filmpje. The world is changing fast. We're facing a number of major challenges. Energy use is still growing. Natural resources are being depleted. What will the global demand for energy be like? We have to move from linear to a circular economy. But how? And how do we make sure that future buildings and systems are not just energy efficient, but also health and comfort enhancing and productivity increasing? How do we make use of the endless possibilities of digitalization? And how do we make sure that in the future, the environmental impact of heating, ventilation and air conditioning is minimalized, so our children still have a beautiful planet to live on?
TVVL is excited to invite you to join us in Rotterdam to the 14th Riva World Congress Klimaat 2022. With circularity, digitalization, health and comfort and the energy transition as core teams, Climate 2022 will have its eye on 2030. We're dedicated to make this a grand success in cooperation with the Eindhoven and Delft Technical Universities. So I would like to say to all professionals in our sector, from scientists to HVAC designers, from manufacturers to students, you're all more than welcome in Rotterdam, city of trade and innovation. Attend Klimaat 2022 and make use of this excellent opportunity to discover the Netherlands and its most vibrant city, Rotterdam. See you in Rotterdam. Ja, Olaf, valt volgens mij niet te missen. Jouw bijdrage in ieder geval aan dit filmpje. Het valt mij weer op dat het lichtblauw en grijs is. Het is een ander hemd, ander jasje. Dus, maar inderdaad, ja, we zijn volop bezig met de voorbereidingen. Toen we dit traject startten, inmiddels 2 jaar geleden. Het was nog heel ver weg. 2022 is gelukkig nog even. Maar over 1,5 jaar hopen wij een mooi congres te organiseren. In Rotterdam. 4 thema's, zoals jullie net hebben allemaal kunnen zien. Ja, we zijn volop bezig met de voorbereidingen. Hè. We hadden oorspronkelijk het plan om een volledig offline congres te hebben. En met de ervaringen die we nu hebben, gaat dat een hybride event worden. Offline in Rotterdam hopen we dat het allemaal mogelijk is. En ook online eigenlijk op deze manier. Of de techniek is, weet ik niet, maar dat gaan we de komende tijd nog verder uitzoeken. Maar daar zijn we volop mee aan de slag, Kees. Mooie uitdaging. Een hele mooie uitdaging, ja. Maar goed, dat ik het zag, dacht ik, ja, Klimaat 2022, dat is nog zo ver weg. Waarom is dat nu al belangrijk dan om dat te weten, dat het eraan komt? Het is een wetenschappelijk congres. En dat betekent ook dat de voorbereidingen voor de wetenschappers zelf natuurlijk... de abstracts moeten op tijd binnen zijn. Hè. Dus begin volgend jaar opent ook de call voor de abstracts. In maart uit mijn hoofd. Vanuit de organisatie zijn we natuurlijk volop bezig met de locatie. Dus Ahoy, zoals je net hebt kunnen zien. Daar zijn we volop al mee bezig, hoe dat eruit moet gaan zien. In combinatie met een hybride. Sponsoren, niet te vergeten, moet ik zeker even noemen hier. We zijn nog op zoek naar sponsoren. Dus dat zijn thema's die een lange tijd nodig hebben om alles rond te krijgen. Ja, en kijk, ik zou zeggen, ik ben dan nu geïnteresseerd en ik zou hem willen opgeven. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Klimaat2022.nl en dan wijst het zich vanzelf. Je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief als sponsor. En we gaan de site gaan we de komende tijd ook vullen. Okay. Dus je hebt nu een goede landingspagina waar je je interesse kan aangeven. Voor de nieuwsbrief als sponsor. En dan word je helemaal op de hoogte. En dan word je helemaal op de hoogte gehouden. Hele mooie eer, in ieder geval, dat wij als Nederland dit belangrijke congres ook mogen hosten. En heel veel succes, in ieder geval met de organisatie. Ja, dankjewel, dat komt helemaal goed, Kees. Ja, en daarbij ook een oproep aan de sponsoren. Meld je ook vooral, want dit soort congressen zijn mogelijk dankzij heel veel vrijwillige bijdragers, maar ook daadwerkelijk door professionele bijdragers. Dus meld je vooral, ga naar de website toe en zorg ervoor dat je erbij bent, als sponsor in ieder geval ook. Dankjewel, Olaf. Dank je, Kees, voor deze promotie. En dan gaan we nu door naar een stukje prijsuitreiking, namelijk de BJ Max-prijs. En als het goed is, hangt Wim Zeiler aan de telefoon, wilde ik bijna zeggen, maar aan het internetlijntje. Wim, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Hoor je mij ook? Ja, zeker. Okay, ik hoor je heel goed. Dan wil ik je bij deze het woord geven om deze mooie prijs, om die daadwerkelijk uit te reiken. Ja, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Wij reiken vandaag voor de 34e maal de BJ Max-prijs uit. BJ Max heeft met zijn schenking het mogelijk gemaakt de kennisdeling als bindende factor voor ons vakgebied in de spotlight te zetten en waardering voor een uitzonderlijke prestatie daarin uit te spreken. Sinds vorig jaar zijn er 2 categorieën, die van aankomend talent en die van bewezen expert. De winnaar van de categorie bewezen expert is sinds 1979 bezig op het gebied van geluid. Daarnaast speelt mee dat hij aan normcommissies, ISO-publicaties op het gebied van akoestiek heeft meegewerkt en op vele Nederlandse conferenties op het gebied van akoestiek voordrachten heeft gegeven. Verder is hij onder meer jarenlang docent geweest bij de TVVL-cursus geluid in technische installaties. En belangrijk, na meer dan 40 jaar heeft hij altijd nauwgezet de laatste ontwikkelingen in de gaten, verricht hij met evenveel plezier onderzoek als in de beginperiode en deelt zijn kennis en inzichten. Als akoestisch adviseur heeft hij ervoor gezorgd dat in vele gebouwen nu een beter geluidsniveau heerst
en het bewustzijn wat betreft geluidproductie van warmtepompen sterk is gegroeid. Voor zijn artikelen en betrokkenheid betreffende het vakgebied van de akoestiek heeft de jury, bestaande uit Rob van Bergen, Lisje Schelle en mijzelf, besloten Jan Buijs voor te dragen voor de BMAX-prijs 2020 categorie bewezen expert. Ik zal nu overgaan tot de virtuele overhandiging van de oorkonde. Iedereen kan hier zien. Kijk, BMAX-prijs 2020 uitgereikt aan Jan Buijs. Als mede de penning, hier zien jullie het, de BMAX-prijs 2020. En hier. Even een beetje kijken, ligt het een beetje moeilijk. Uitgereikt aan Jan Buijs. Dus Jan, van harte gefeliciteerd. Jan krijgt nu zeg maar 4 minuten de tijd om even iets te vertellen over het vakgebied. En daarna zullen we overgaan tot de uitreiking van de categorie aankomend talent. Jan, aan jou het woord. Jan, je bent niet te horen. Je bent muted. Dat was hij, hè? Hey. Ja. Staat op mute. Als het goed is, Jan? Komt er een korte presentatie. Die wordt opgestart. Dank je voor je mooie woorden en de opsomming, Wim, van alles wat in die 40 jaar mogelijk is gebleken. Als het gaat om de presentatie, die gaat over een hot item, zou ik willen zeggen. De verduurzaming en de Beng-eisen leiden tot zeg maar toepassing van duurzame installaties. Zelfs iedereen spreekt over verduurzaming. Zelfs Aya Lubach in het programma Zondag met Lubach heeft daar recent aandacht aan besteed. Er blijven nog steeds cv-ketels worden verkocht omdat gas niet zomaar gasloos wordt. Next. Maar ook de toename van warmtepompen is aan de orde. Afgelopen jaar weer meer warmtepompen verkocht dan het jaar daarvoor. Er zijn verschillende uitvoeringen, de hybride uitvoeringen die werken met een cv-ketel. De ventilatiewarmtepomp, de luchtwaterwarmtepomp en zelfs ook de gasabsorptiewarmtepomp. Allemaal installaties die geluid en trillingen produceren. En de overheid heeft dat gezien. In toenemende mate worden deze units in de woningbouw toegepast en kunnen aanleiding geven tot hinder. Next. Reden geweest voor de overheid om geluideisen in het bouwbesluit op te nemen per 1 januari 2021. De bestaande eisen voor de binnenniveaus, dat is geregeld. Er komt wel een aanscherping als het gaat om tonaal geluid, wat hinderlijker is dan het ruisachtig geluid. Dus er komt een soort aanscherping. Maar per 1 januari 2021 gaat ook de buitenruimte beschermd worden en komen er eisen gaan van kracht worden. In principe 40 dB op de erfgrens, behalve als er buitenunits worden toegepast die een silent mode hebben, dan mag je overdag 45 dB maken. Die eisen die gelden dus voor alle buitenopgestelde installaties, dus ook voor airco's. Next. De overheid heeft een adviesbureau in de arm genomen en zeer recent hebben die een rekentool online gezet die voor iedereen te downloaden valt. Met als doel om zeg maar aan de warmtepompen, buitenunits en airco's te kunnen rekenen. Daar hangt een bijlage, een handleiding aan van toch wel 60 pagina's. De marktpartijen hebben gehoopt op zeg maar een eenvoudig rekenprogramma. Maar ja, geluid is niet eenvoudig, dus het wordt iets ingewikkelder. De komende tijd gaan we eraan werken om te kijken of dit programma goed functioneert en of we daar misschien nog wat vereenvoudiging kunnen doorvoeren. Next. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden om de geluidproductie te beperken. Allereerst ligt dat bij de unit. Als je naar productspecificaties kijkt van buiten units, dan zit daar een behoorlijke grote spreiding in.
dus van belang is voor de marktpartijen om naar die ondergrens te gaan qua geluidproductie. Er zijn natuurlijk allerlei afschermende maatregelen, omkastingen en dergelijke mogelijk, waarvan de effecten ook bekend zijn. Het zal zeker een uitdaging zijn om units zoals die aan de gevel worden gemonteerd, om die ook zeg maar stil genoeg te krijgen. Want dit soort omkastingen kunnen natuurlijk niet daar worden toegepast, althans moeilijker. Kortom, warmtepompen in toenemende mate qua geluid van belang de komende tijd. Next. Het dankwoord dat ik wil richten is, ik dank vooral de BJ Max Stichting en in deze de jury voor de aan mij toegekende prijs. En ook iedereen die mij daarvoor heeft voorgedragen. Next. Ik dank ook zeg maar, mijn werkgever en alle collega's die tenminste de afgelopen 20 jaar hebben het mogelijk gemaakt om kennis op te doen qua projecten en via laboratoriumonderzoeken en ook die kennis te delen. En last but not least, zeker niet, wil ik aangeven dat de publicaties 111 en 24 die ik heb geschreven nooit tot stand zouden zijn gekomen zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn vrouw. Dankjewel vrouw voor de liefdevolle zorgen en steun zeg maar die afgelopen jaren. Dat was het, Wim. Ja, dankjewel Jan. Ik ben het helemaal met je eens dat met name het danken van je vrouw is natuurlijk echt terecht op zijn plek. Want wij zijn natuurlijk altijd vaak actief en intensief met ons werk bezig. Ik weet niet zeker of jullie nu Wim horen, eerlijk gezegd. Ik kreeg net door dat ze moesten overschakelen. Dat we even tijd nodig hadden voordat het overgeschakeld was. Ik weet niet of inmiddels of Wim weer online is. Ja, top. Oké. Wim, the floor is yours. Ja. Jan, bedankt. En met name heel goed dat je je vrouw hebt bedankt. Want ik weet zelf dat wij zijn natuurlijk vaak zo intensief en enthousiast in ons vakgebied dat we al ons thuisfront betijden wij ernstig tekort doen. Dus ik denk dat het zeker heel goed is dat jij je vrouw hebt bedankt. Dat ben ik het helemaal mee eens. Ik wil nu overgaan tot de categorie aankomend talent. De winnaar van de categorie aankomend talent heeft haar Bachelor of Science Civiele Techniek Specialisatie Watermanagement afgerond in 2019 aan de Hogeschool van Amsterdam. Het is begonnen als stagiaire, vervolgens naast haar studie blijven werken. Het combineren van een fulltime studie en het werken was een uitdaging op het gebied van plannen, ontwikkelen en doelen halen. Zij is een goed voorbeeld van de mogelijkheid om werk en studeren succesvol te combineren. Samen met een ervaren collega, Barry Mitterer, heeft zijn optimale combinatie van ervaring en nieuwsgierigheid een prachtig resultaat bereikt. Het zorgt ervoor dat ze niet beperkt werd in haar gedachten en haar geloof in haar talent. Het hebben van vrijheid, het krijgen van flexibiliteit, het geloven in talent, openstaan voor ideeën en het krijgen van kansen zorgen ervoor dat jong talent met plezier werkt in ons vakgebied. De combinatie van ervaring en jong talent is een belangrijke kanskaart voor de toekomst van ons vakgebied. Voor haar onderzoek naar riothermie systemen in de praktijk en het thermisch effect op de afvalwaterketen heeft de jury bestaande uit Rob van Bergen, Liesje Schelle en mijzelf besloten Lieke Nooy voor te dragen voor de BJ Max prijs 2020 categorie aankomend talent. Lieke, van harte gefeliciteerd. Ook voor jou hier virtueel uitgereikt de BJ Max prijs. Je ziet, je naam staat erop en dat is ook ondertekend. En ook voor jou de penning. Even een beetje schipperen. Ook jij krijgt de gelegenheid om kort iets te vertellen. En daarna is dit deel van het programma afgerond. Dus jij bent nu aan het woord. Dus wacht even tot ze schakelen.
Ja, allereerst natuurlijk super bedankt voor het ontvangst mogen nemen van deze mooie prijs. Deze prijs is, zoals Wim ook al heeft benoemd, ook te danken aan mijn collega's van Centraal, waar wij ons als team focussen op het creëren van een duurzamer Nederland en adviseren op het gebied van aquatemie. Voor degene die niet weet wat aquatemie is, dat is het winnen van energie uit water. Bij Centraal werken wij niet vanuit functies, maar vanuit talent, dus je intrinsieke motivatie. Hierdoor word ik door mijn teamleden gepusht om mijn natuurlijke talenten te blijven ontwikkelen. Hierdoor kon ik ook zonder enige belemmering naast mijn studie civiele techniek blijven werken voor Centraal. Terugkijkend, echt gaaf om te studeren en leuke projecten op te mogen pakken en samenwerken aan een duurzamer Nederland. Inmiddels alweer 1,5 jaar voltijd in dienst en heb ik mijn talenten mogen verbreden op het gebied van aquatemie. Het mooie aan deze techniek is dat je objecten gasloos kan verwarmen. De energietransitie is een uitdaging voor velen en niet alleen vanuit de techniek, maar ook voor de techneut om mensen een veilig en ontzorgd gevoel te geven. Ik draag met passie graag mijn steentje bij. Nogmaals bedankt voor het ontvangen van deze mooie prijs. Mooi, heel waardevol en heel goed om te zien met wat betreft onderzoeken die verricht worden en ook zeker de aanmoedigingen die deze mensen, maar ook daadwerkelijk de teams eromheen krijgen om echt daadwerkelijk door te gaan met hun werk. Vorig jaar tijdens de Techniekdag was er een soort van run op het zoveel mogelijk volgers krijgen of leden krijgen op TVVL Connect. Het samenwerkingsplatform, het kennisplatform online van TVVL. En ik ben eigenlijk zelf wel benieuwd naar hoe het inmiddels met TVVL Connect gaat. En als het goed is, Olaf, heb jij daar een update voor ons? Ik heb een korte update, Kees. Vorig jaar was er een run op 1000ste aanmelding. Dat was spannend wie dat zou zijn. En die taartje stond klaar en die is uiteindelijk ook mee naar huis gegaan. Het jaar daarvoor is eigenlijk met heel veel, ik noem het even bombari, is TVVL Connect gelanceerd. En dat was de eerste versie van het platform. Een platform om je kennis te delen, om te reageren op anderen, om kennis te ontwikkelen gezamenlijk. En de afgelopen 2 jaar hebben we met het verenigingsbureau eigenlijk niet stilgezeten. We hebben volop gezeten op daadwerkelijk ontsluiten van die kennis. Maar ook aan het ontwikkelen van het platform. En wellicht is het bij een aantal mensen al opgevallen, maar gisteren is er een nieuwe versie van het platform gelanceerd. En we gaan nu kijken naar een kort filmpje waarin wat veranderingen worden weergegeven. Nou, een sprankelend filmpje volgens mij. Ik hoop dat het jullie een goed beeld geeft wat kan. Maar het mooiste is natuurlijk om de ervaringen van iemand die het platform op dit moment heel veel gebruikt ook daadwerkelijk te horen.
Als het goed is, krijgen we nu Francesco erbij. Ja, kijk Francesco, goedemiddag. Hi. Ik hoor jou nog niet heel goed, maar het ligt aan de techniek hier. Hoor je mij goed? Ben je een beetje te verstaan? Ja, je bent goed te verstaan zo, dankjewel. Kees, jij hebt... Kees staat naast me, dat is de hele dag Kees. Francesco, jij hebt, jij bent een hele actieve gebruiker geworden de afgelopen tijd, met name. Als ik kijk naar de topartikelen, de artikelen die het meest gelezen zijn, dan sta jij ongeveer 3 keer in de top 3. En dat heeft met name te maken met COVID in relatie tot gebouwinstallaties, tot ventilatie. Wil je wat van je ervaringen met ons delen? Hoe ervaar je dat het zoveel gelezen wordt? Krijg je er veel reacties op? Hoe gaat dat? Nou ja, ik denk dat het doel van TVO Connect, hè, dus dat je kennis ter beschikking stelt, ook buiten TVO om, dat de artikelen die van mij veel bekeken worden, ook toegankelijk zijn gemaakt en goed vindbaar zijn voor iedereen die dit onderwerp belangrijk vinden. Ik meen dat het beste artikel wat bekeken is iets van 10.000 views heeft. En dat betekent dus dat platform functie heeft en dat de kennis die je hebt heel waardevol is om die te delen via platform, omdat je daarmee enorm groot bereik kent met de boodschappen die je wil uiten. Dus mijn ervaring van het afgelopen half jaar rondom het masterplan ventilatie en alle kennis en kunde die we daar met elkaar op opgeschreven hebben, is dit een waanzinnig goed platform om iedereen die iets mee wil te bereiken. Ja, ik kan het alleen maar beamen natuurlijk. Voorzie jij nog veel bijdrage vanuit coronaperspectief de komende tijd? Hoe is het voortborduren op? We hebben vandaag natuurlijk Adsen nog op programma staan. Dat zit ook in relatie met corona 1. Heb je veel zaken nog op de planning staan? Ja, op zich hebben we een heel TVL-nummer natuurlijk uitgebracht wat in dit teken stond. En op een gegeven moment is alle kennis die we hebben natuurlijk wel relatief goed opgeschreven. Maar het gaat erom dat als we nieuwe inzichten krijgen, dat we dat via zo'n platform heel goed wereldkundig kunnen maken. Als ook de onderzoeken kunnen plaatsen die wij belangrijk vinden naar de mensen die zich geregistreerd hebben op TVO Connect. Dat zie je daar ook dichterbij komen dat die inzichten, dat niet alleen maar gebaseerd op onze eigen inzichten, maar ook wat de Wereldgezondheidsorganisatie nu beweegt en dat soort zaken. Dus niet alleen maar content van TVO, je kan er allerlei andere content die met ons vakgebied te maken hebben er ook op plaatsen. Ja, en dan krijg je natuurlijk een heel verrijkte omgeving waar je je eigen beeld goed in kan vormen. Ja, heel goed. Ik zit even aan de tijd te kijken. Kees, hebben we nog tijd voor één vraag? Zeker weten. Ja? We hebben wel eens wat discussie over Connect in relatie tot andere takken. Hoe kijk jij er tegenaan vanuit jouw vakgebied? En hetgeen wat je hebt gepubliceerd, willen we dat breder delen? Je noemde net al wat zaken qua achtergronden. Hoe kijk je daar tegenaan, Francesco? Ja, wat bedoel je met takken? Nou, we hebben wel eens gesprekken gehad over, moeten hier bijvoorbeeld ook wat meer bouwpartijen nog toegang krijgen en dat soort zaken? Nou, ik wou maar nog een dimensie breder maken. Nu we in deze pandemie zitten, wordt het eens meer te duidelijk dat kennis en kunnen over ons vakgebied voor bijvoorbeeld virologen, epidemiologen super relevant is. Andersom ook, denk ik. Dus dat wij meer kennis moeten nemen uit vakgebieden die in principe niet eigen zijn. Dus als andere partijen ook informatie waarvan zij denken dat is belangrijk voor de installatieprofessional, dat ze er ook op kwijt kunnen. Ja, dan ontstaat natuurlijk een multidisciplinair veld, wat we denk ik deze tijd hard nodig hebben om de uitdagingen die we kennen op te lossen. Ik interpreteer het onder andere als een oproep naar de mensen die zich nog niet aangemeld hebben en die nu meekijken om dat alsnog te doen. En vooral de mensen die het al eerder hebben gedaan om een kijk te nemen op het nieuwe platform. Als we beginnen dat we Jaap van Dissel even een uitnodiging sturen dat zich kan registreren op ons TVO Connect. Dat helpt hem misschien. Dat, gaan we eens kijken of we dat kunnen regelen, Francesco. Dat komt goed. Dankjewel. Ja, heel mooi. Mooi om te horen wat voor een ontwikkeling TVO Connect ook daadwerkelijk doormaakt. En dat het echt daadwerkelijk uitgroeit tot een kennishub. Maar ook duidelijk oproep, jongens, wacht niet. Weet je, registreer je. En vooral ook, ga eraan bijdragen. Want dat is gewoon heel erg belangrijk dat we het platform, dat we dat steeds meer gaan gebruiken, waardoor ook steeds meer mensen daar daadwerkelijk hun informatie gaan vinden. Dank Francisco ook voor de toelichting in ieder geval.
Dan wil ik nu graag overgaan naar de Dutch nominee van de Riva Student Competition. Namelijk Maaike Leutenring. Ja, een behoevende naam, helaas. Welkom hier. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Die eerste winst is al binnen, namelijk om de Dutch nominee te worden. Ja, klopt. De volgende uitdaging is dus om ook daadwerkelijk echt de Riva Student Competition te gaan winnen. Volgens mij is in januari is daar echt daadwerkelijk de uitreiking of de uitslag komt er uiteindelijk van. Ik denk niet dat je in de tussentijd nog heel veel kan doen, hè? Want je hebt je bijdrage natuurlijk al ingestuurd. Je bent inmiddels ook niet meer studerende aan de TU Delft, maar je werkt inmiddels bij Geurts, als ik het goed heb begrepen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Als thermisch ingenieur, ja. Daar werk je aan custom-made warmtewisselaars voor van allerlei overdrachten en dergelijke. Heel erg belangrijk, ook in het kader van duurzaamheid uiteraard. En jij gaat ons nu eigenlijk meenemen in jouw inzending daarvoor, waar je voor genomineerd bent. En ons een toelichting geven hoe dat, waarom jij eigenlijk die winnaar moet gaan worden. Dus de floor is yours, Maaike. Dankjewel. Ik zou heel graag een klikker willen. Dankjewel. Ja, bedankt voor de introductie. Mijn naam is Maaike Leijgsering. En verleden jaar ben ik afgestudeerd aan de TU Delft. En op het onderwerp, zoals je kan zien, flow visualization of ammonia inside a gasketed plate heat exchanger condenser. De komende 10 minuten neem ik jullie mee door de highlights van mijn afstuderen. Ik begin met een korte introductie. Daarna laat ik de experimentele setup zien die ik heb gebruikt om flow visualisatie experimenten uit te kunnen voeren. Daarna een korte evaluatie op de data en vervolgens de conclusies en aanbevelingen van mijn werk. Een korte introductie over plaatwarmtewisselaars. Plaatwarmtewisselaars worden wereldwijd ingezet in industriële applicaties. Dit is vanwege vele voordelen die ze hebben. Denk aan voordelige warmteoverdrachtscoëfficiënten, compactheid en designflexibiliteit. Er zijn echter ook uitdagingen wanneer het aankomt op wisselaars. En dat is dat tweefasegedrag van een fluidum, dus denk aan gas en vloeistof, in de wetenschap nog steeds niet volledig begrepen is. Dit resulteert in foutieve warmteoverdracht en drukvalcorrelaties. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat het kan zijn dat als jij een wisselaar bestelt, dat hij een foutief ontwerp heeft opgeleverd. En dat zorgt ervoor dat hij kapot kan gaan en dat je onnodige kosten maakt. De verwachting is dat flow patterns, vloeistofpatronen, invloed hebben op de prestatie van de wisselaar. Daarmee is ook de verwachting dat het beter voorspellen van flow patterns de nauwkeurigheid van warmteoverdracht en drukvalberekeningen kan verbeteren. Maar wat zijn nou flow patterns? Flow patterns beschrijven de geometrische configuratie van een gas en een vloeistof in een kanaal of in een buis. Er zijn 4 hoofdflow patterns. En de eerste is bubbly flow, waar kleine gasbubbeltjes in een vloeistof worden meegenomen. De tweede is slug flow, waar grote gasbubbels worden meegenomen. En churn flow wordt gezien als de chaotische versie van slug flow. Uiteindelijk is er nog film flow, waar de kern van de buis bestaat uit gas en een dunne vloeistoflaag over de rand wordt verspreid. Hoe dan ook, de flow pattern in de wisselaar is bijna altijd onbekend. En dit komt omdat flow patterns visueel worden vastgelegd of bepaald. Maar normaal gesproken is een warmtewisselaar gewoon een grote steel black box. Dus je kan niet naar binnen kijken. Nou, is er in het verleden onderzoek gedaan naar lucht en water binnen een warmtewisselaar, waar ze wel naar binnen hebben gekeken. Maar dit is niet gedaan voor gevaarlijkere stoffen, zoals bijvoorbeeld ammoniak. Dit leidt tot een scientific knowledge gap. Geen informatie is beschikbaar over de flow patterns van condenserende ammoniak in platenwisselaars. Daarom is de onderzoeksvraag van mijn thesis: welke flow patterns zijn dominant in de wisselaar en komen ze overeen met de verwachte flow patterns? De aanpak is het uitvoeren van visualisatie-experimenten. We komen daarom bij de experimentele setup. De testsectie is als volgt. Ik zou, oh ja, oh wacht, even kijken hoor. Ja, je de microfoon op de andere. Kan ik deze draaien?
Ja, 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 zeg maar op de andere kant van de tafel. Sorry dat ik onderbreek, Mike. Oké. De testsectie stond op de TU Delft en is een 100 watt kleinschalige setup gebaseerd op de Organic Rankine Cycle. De fluid die doorheen flowde is ammoniak. De sectie, de visualisatiesectie, bestaat uit een platenwisselaar, LED-verlichting en een high-speed camera. De visualisatieplaat is tailor-made voor deze setup specifiek en ziet er zo uit. Hiermee kun je naar de binnenkant van de wisselaar kijken. De bovenste laag bestaat uit een geribbelde polystyreenlaag en is chemisch resistent voor 10 dagen bij ammoniak. De basisplaat bestaat uit plexiglas van 20 mm dik om de sterkte en stijfheid van de setup te kunnen garanderen. Zo ziet de finale setup eruit. Aan de linkerkant zie je de wisselaar met 3 kijkgaten en LED-verlichting vanaf de zijkant. De high-speed camera is aan de voorkant gepositioneerd. Laten we gaan kijken naar de visualisatie-experimenten en hoe ik die heb uitgevoerd. Even 2 basics, dampkwaliteit X en de massaflux G. De dampkwaliteit is gedefinieerd als de massa van het gas over de totale massa van het gas en de vloeistof in één volume. Massaflux G is de kilogrammen per seconde van ammoniak dat door een oppervlak heen stroomt. In dit geval het kanaal van de warmtewisselaar. We weten dat G en X een grote invloed hebben op de variatie van een flow pattern, waardoor ik dus ook G en X heb gevarieerd. G is increased van 34 naar 90 en de dampkwaliteit van 0,2 naar 0,6. Tegelijkertijd is een constante druk van ammoniak op 7 bar en een koudwatertemperatuur van 10 graden. Het koude water is gebruikt om het condenseren van ammoniak mogelijk te maken. Leuk om te vertellen is dat het wereldwijd voor het eerst is gelukt om condenserende ammoniak in dit soort type warmtewisselaars met een camera vast te leggen. Dus wereldwijd zijn jullie ook een van de weinige mensen die deze resultaten te zien krijgen. We gaan door. Hier zie je de 3 grote kijkgaten. En wat je kan zien is dat de topwindow best wel interessant is. Waar je alle bewegingen ziet, daar zie je alle vloeistof. En waar je geen beweging ziet, is vooral het gas. Dat betekent dat het vloeistof over de bovenste diagonaal stroomt en de ruimte vooral aan de onderkant blijft. Dit is een sterk signaal van gescheiden flow, terwijl er vaak gerekend wordt met een uniforme flow. De middelste window is interessant, omdat je ziet dat de vloeistof de geribbelde patronen volgt, maar daarna door de flipping van de hoek recht naar beneden wordt gestuurd. De bottom window is minst interessant, daar ziet eigenlijk alles er heel goed uit. Je ziet dat alles netjes naar de outletpoort vloot. Er zijn dus sterke signalen van separated flow, gescheiden flow. En voor alle condities hebben we alleen maar filmflow gezien. Binnen filmflow onderscheiden we partial filmflow en filmflow. Partial filmflow wordt gekarakteriseerd door een droge zone. Dit ziet eruit alsof je door een raam heen kijkt en je ziet dat die beslaat. Zoals je kan zien is het grijze gedeelte in het midden, hier, het beslagen gedeelte van de wisselaar. Over het bovenste deel zie je de meeste liquid gaan. En dat betekent dus dat het onderste deel van de topwindow in direct contact staat met het gas. Dit hebben we alleen gezien voor lagere massfluxes. Bij filmflow, dat wat alleen bij hoge massfluxes gebeurt, is er genoeg energie aanwezig om die dunne liquid film wel over de hele plaat te verspreiden. Heel kort in op de invloed van G en X. Als je de dampkwaliteit constant houdt en je voert de G op van 43 naar 81, kun je zien dat die dry zone in oppervlak kleiner wordt en zelfs verdwijnt. Dit betekent dat de massaflux de transitie van partial filmflow naar filmflow bepaalt. Als je het andersom doet, dan zie je dat als je de dampkwaliteit verhoogt, dat die dry zone eigenlijk groter wordt. Uiteraard gebeurt dit alleen maar binnen partial filmflow. Een hele korte data-evaluatie. Flow pattern maps zijn tools
die voorspellen welke flow pattern verwacht wordt in jouw wisselaar. Dus bijvoorbeeld bij specifieke operationele condities. Hij ziet er zo uit. Tau et al heeft in 2018 er een ontwikkeld voor verticale plaatwarmtewisselaars, gebaseerd op luchtwaterexperimenten. De verwachting is dat deze ook accuraat is voor ammoniak. Dus we gaan even kijken of dat ook accuraat is. In het blauw zie je waar de map partial film flow en film flow voorspelt. Oranje zijn onze experimentele resultaten en je ziet dat deze in het vlak liggen van churn flow. Dat betekent dat de experimentele resultaten in strijd zijn met de flow pattern map. Om deze reden is er een nieuwe voorgesteld voor condenserende ammoniak voor platenwarmtewisselaars in de huidige geometrie die de transitie beschrijft van partial film flow naar film flow. Deze kan gebruikt worden om de huidige flow pattern maps te optimaliseren. Heel kort nog even conclusies en aanbevelingen. Zoals je weet, de onderzoeksvraag was welke flow patterns zijn dominant en komen ze overeen met de verwachting. We hebben partial film flow en film flow gezien. We weten ook dat partial film flow voor lage flux voorkomt en film flow voor hoog. En we hebben gezien dat de resultaten tegenstrijdig zijn met de bestaande flow pattern maps, waardoor ik een nieuwe heb voorgesteld. Ik raad aan om meer flow visualisatie experimenten uit te voeren, met ammoniak vooral, om zo foutief warmtewisselaar design te voorkomen en dus het te reduceren van onnodige kosten in HVAC-R applicaties. Dat was mijn presentatie. Ik ben heel benieuwd of er vragen zijn. Dankjewel, Maaike. Zeer duidelijk verhaal. Mooi. Zeker weten. Olaf, heb jij gezien of er vragen binnen zijn gekomen in de chat? Heb ik. Als ik dit soort inhoud zie, dan denk ik van, ik ben blij dat er vragen komen, dat ik hem niet zelf hoef te verzinnen. Want dan weet ik ook weer waarom ik een portefeuille marketing en communicatie heb. Maaike, ik heb één vraag binnengekregen van Oscar Nuiten. Ja. En die zegt, is het interessant om ook bij andere drukken dan 7 bar te gaan meten? Het soortelijk volume is daar sterk afhankelijk van. Ja, ja, absoluut. Ik zou zeggen, doe dat vooral. Want hoe meer verschillende temperaturen je gebruikt, hoe meer verschillende drukken je gebruikt, hoe meer empirische correlaties je kan creëren. Maar ook hoe meer informatie je hebt over de geometrie of geografische, hoe zeg je dat? De vorm van hoe de vloeistoffen zich aan de binnenkant gedragen. En daar kun je dus netjes een model op vormen. En als je dat kan, dan kun je ook het gedrag van de warmtewisselaar beter voorspellen. Dus ik zou het zeker doen. In diezelfde testopstelling zoals jij hem hebt gedaan? Het liefst ook nog verschillende testopstellingen. Oké. Ja, Maaike, dat was de enige vraag die ik heb binnengekregen. Ik heb nog wel een vraag voor je. Het is ook een beetje ver voor mijn bedshow van mij. Wat is hetgeen waarom jij de nominee bent geworden? Dus wat is de onderscheidende waarde in jouw onderzoek? Ik denk dat er 2 dingen zijn. En het eerste is wat ik al vertelde, voor wetenschappelijk onderzoek, om het heel relevant te laten zijn, moet het uniek zijn en het liefst experimenteel. Want dat is uiteindelijk gewoon, daar ga ik niet langer vinden. Dat is gewoon belangrijk. En het tweede wat ook belangrijk is, is dat je je verhaal goed kan uitdragen. En ik denk dat dat een van mijn persoonlijke sterke punten is. Dus ik denk dat die combinatie ervoor heeft gezorgd dat ik nominee ben geworden. Oké, heel mooi. En wat kunnen wij er nog wat aan doen om jou te helpen om uiteindelijk de Riva te winnen? Of is voor jou nu echt het werk gedaan en is het afwachten op op het besluit wat er wordt genomen? Ik denk waar ik mee geholpen kan worden is feedback. Feedback? Ja, dat mensen gaan kijken hoe kun je nog sterker je verhaal vertellen. Ik denk dat dat iets is waar ik gebaat bij ben. Oké, dat vind ik een hele mooie oproep. Dus als jullie feedback hebben voor Maaike, laat het zeker weten. Dat kan uiteraard in de chat. Nee, ik heb nog 2 vragen. Ik weet niet of we nog tijd voor hebben. Dat is mooi. Even naar links. 1 vraag. Oscar stelt weer een goede vraag. Sophia heeft een goede vraag. Ook voor Sophia is het een onbekend onderwerp. Sophia werkt op het verenigingsbureau, dus ik vind het goed dat deze vraag neerlegt. Maar ze zegt, in de GX-afbeelding lijkt het erop dat hoe groter de G, hoe minder relevant de variatie van X. Klopt dat ook daadwerkelijk? Ja, dat klopt. Dat heeft te maken met de limieten van de experimentele setup. Hoe hoger we de flow deden,
hoe minder steady state de experimentele setup werd eigenlijk. Dus hoe meer flow we hadden en hoe hoger de dampkwaliteit, hoe onbetrouwbaarder onze resultaten werden. Dus je hebt hem echt moeten beperken. We hebben echt moeten beperken, ja. Goede vraag. Mooi. Kees, dat heel mooi. Was hem voor nu. Dankjewel, Maaike. Wat ik heb onthouden in ieder geval van je presentatie zijn de bubble pattern. En ik hoop dat die bubble pattern, dat je die uiteindelijk mag gaan zien in het champagneglas. Omdat je de champagne hebt mogen ontkurken. Dus heel veel succes in ieder geval, Maaike. Dankjewel. Dank voor je verhaal en we gaan dat zeker volgen. Dankjewel. Dankjewel, jullie ook bedankt. Dankjewel, Maaike. Gedaan. Mag ik alles goed weer terug? Ja. Dankjewel. Oké, dan gaan we verder met het programma. Oh, ik moet eventjes wachten tot de presentatie om is gezet. We gaan verder met de derde en de vierde ronde van de parallelsessies. Het werkt weer hetzelfde als de vorige keer. Dus dat je twee verschillende ruimtes hebt waar je dan daadwerkelijk terecht kan. Ik wacht eventjes tot het programma daadwerkelijk op het scherm staat. Oké, ik hoop dat jullie het programma nu ook zien. De eerste parallelsessie, daar kan je dus, de eerste ruimte dus gaat dus over BIM en circulariteit. BIM, onderwerp wat mij ook aangaat, daarin ben ik eigenlijk begonnen bij TVVL in de Triple BIM community. Daarin zullen Johan Bredeweek en Edgar van der Kamp zullen jullie meenemen in, ik zeg maar even, het concept van BIM, maar ook wat het daadwerkelijk kan betekenen als collega, dus hoe je het je kan helpen. Dan de tweede sessie is, dat gaat over de gezondheid of hoe gezond jouw toekomstige werkplek is. Die wordt gemoderate door Martin van der Sluis. En daar zal de TVO kennispartner Peter Muizenbelt en Jeroen Muller zullen daar een presentatie geven. En van welke kennispartner zijn Peter en Jeroen? Alclima, kijk. Oh, oh. Gewetensvraag. En Orange Climate. Kijk, hartstikke goed. Uiteindelijk kan je dus switchen. Dus om 9 uur 10 kan je of blijven hangen of switchen. Dan is in de BIM en circulariteitruimte kan je luisteren naar hoe halen we lucht uit de MPG door Twan van der Bomen. En Olaf zelf zal die sessie ook modereren. Of in de andere ruimte, dus de gezonde werkplek en masterplan ventilatie, naar het masterplan ventilatie. En dan het rekenen aan besmettingskansen. Nou, een behoorlijk relevant onderwerp als het gaat om corona. En dat zal door Noortje Alders worden gedaan en Marcel Lomans. Zit je nou de kijkers bij mijn onderwerp vandaan te praten? ik zou niet durven, Olaf. Sorry. Na die parallelsessies verwacht je hier weer terug. Dat is om 14:55 is het streven in ieder geval. Ik wil degene die die parallelsessie doet vragen om in ieder geval ook die tijd een beetje in de gaten te houden. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. Dus om 14:55 gaan we verder met het programma. Zullen we onder andere de keynote speaker hebben en Adse Boerza zal wat vertellen over het PVA Gezonde Kantoren. En we hebben niemand minder dan Jaap Dijkgraaf voor een interview. Dus tot straks en heel veel plezier. We're back again. Welkom terug, iedereen. We gaan verder met het plenaire programma. Wellicht dat er nog een aantal wat later aansluiten. We lopen ongeveer 5 minuutjes lopen we uit op het programma. En daarom willen we eigenlijk geen tijd verliezen. Want naast mij staat weer Jaap. En Jaap, we hebben een kort interview met jou. Om iets meer over jou te weten te komen. Maar ook om wel ook eens wat visies van jou te horen ten aanzien één van TVVL, maar ook wel met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid. Maar eerst eens iets over jouzelf, want hoe ben jij nou de coronatijd doorgekomen? Oh ja, in principe hardwerkend, zoals anders zou ik bijna zeggen. En dat heeft eigenlijk twee kanten dan de coronatijd. Eén, het levert heel veel efficiëntiewinst op, want je bent veel minder onderweg. En je doet dit soort dingen voor een camera enzovoorts, dus je hebt eigenlijk veel meer tijd over. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel naar en vervelend dat ik als Jaap Dijkgraaf, als mensenmens, toch wel die fysieke afstand toch wel als hinderlijk ervaar. Kijk naar je collega's, naar je vrienden enzovoort. Ja, die fysieke nabijheid vind ik wel vervelend. Dat mis ik echt wel. Ja. Maar verder gelukkig gezond en met leuke dingen. Dus nee, afleiding genoeg.
Ja, want coronakilo's, hè, dat woord. Corona, ja. Dat is volgens mij ook een woord. Kan ook een woord van het jaar gaan worden. Hoe heb jij ervoor gezorgd dat, nou ja, dat, ik weet niet wat de status is op dit moment, maar dat jij in goede conditie blijft? Ja, nou ja, kijk. Misschien heeft het op mij niet zoveel invloed. Want ik ben niet een typetje die iedere week drie keer naar de sportschool gaat. Ik heb wel veel vroeger gewielrend, gezeild, paard gereden. En inderdaad, dat soort dingen. Maar op dit moment is het allemaal niet aan de orde. Ben ik samen met mijn dochter van 14 en ons eigen paard, ben ik dat duo aan het begeleiden. Dat echt een team wordt, zeg maar. Dus daar ben ik vooral in de privé-tijd druk mee. Dus ik loop veel met mijn hond enzovoort. Dus in die zin, ja, weet je hoe het met die kilo's gaat? Eigenlijk gaat het natuurlijk om niet wat je traint, maar wat erin gaat. Hè? En als je daar gewoon op let, nou ja, ik blijf redelijk constant, gelukkig. Ja, dat is heel goed te horen. En wat je net aangeeft, je bent een mensenmens, hè? Ja. En dat is iets wat je dan mist. Wat heb je dan in die tijd gedaan waar je dan wel echt je energie uit hebt gehaald? Nou ja, kijk, ik ga wel. Eén keer in de week ga ik naar kantoor bij ons. Die kantoren zijn niet helemaal dicht, er zijn altijd wel een paar mensen. Dus dat vind ik boeiend. En nou, wat ik net al zei, van in die tijd, nu dat project met mijn dochter en dat paard, dat klinkt heel raar, maar dat vind ik buitengewoon interessant. Daar heb je eigenlijk veel meer tijd voor dan normaal, omdat je heel veel andere dingen niet hebt. Ja. Dus in die privé-tijd daarmee bezig zijn en dat zien ontwikkelen, daar haal ik wel heel veel energie uit nu. Ja. Ja. Oh, mooi om te horen is dat ook. En wat opvalt aan jouw cv, is dat je naast, ik zeg maar, je technische achtergrond ook echt een sociaal-wetenschappelijke achtergrond hebt. Kan je daar iets meer over vertellen? Waarom je ooit die keuze hebt gemaakt om je ook op dat gebied? Ja, ja. Ik denk bijna dat in de complexe wereld waarin wij leven, Als je echt naar professionele verantwoordelijkheid wil, dat je bijna niet met één professie uit de voeten kan. Maar dat is een mening die ik heb. Daarnaast in de adviespraktijk rijst natuurlijk heel snel de vraag van waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Of doen ze niet de dingen die ze zouden moeten doen enzovoort? Nou, en dat is op een gegeven moment wel al jaren geleden bij mij gaan haken van, hé, daar wil ik eigenlijk meer van weten. En dan kun je natuurlijk kijken naar psychologie, naar filosofie. Nou, ik ben daar eigenlijk een beetje tussendoor gegaan in de hoek van de sociale wetenschappen opgezocht. Niet om daar professioneel in te worden, maar wel om dat als bagage mee te nemen in, nou ja, mijn dagelijkse werkzaamheden, zeg maar. En dat mij boeit dat enorm. Ja. En kan je een voorbeeld noemen wat je daar dan aan hebt gehad echt in je loopbaan? Ja, diverse dingen. Kijk, ik ben een jaar of acht ben ik installateur geweest. En daar was ik verantwoordelijk voor een groepje mensen die dingen ontwierpen en dat soort dingen. En dan zit je als installateur aan tafel en op een gegeven moment ging ik daar weg en ging ik bij een adviseur werken. En het fascineerde mij dat, ondanks dat ik Jaap Dijkgraaf was en dat er aan mij zelf niks veranderd was, ik was alleen bij een andere club gaan werken, dat er anders op je woorden gereageerd werd door je omgeving waar je vandaan komt. Nou, en dat soort dingen ga je denk ik begrijpen, maar ook van, ja, hoe communiceer je met mensen? Hoe stel je vragen? Hoe kom je achter de vraag enzovoorts? Dus hoe ga je in belangen denken? Het verschil tussen belangen en standpunten enzovoorts. Dat zijn allemaal dingen die mijn bagage wel gevormd hebben. Ja. Heel mooi. En als we het stapje maken naar die technische kant. En dan naar TVVL in het bijzonder. Wat is dan hetgeen wat jou zo aantrekt in TVVL en waarin TVVL zich ook onderscheidt? Wat mij aantrekt is denk ik over het algemeen de cultuur. Ik vind het echt heerlijk om met TVVL-leden, mensen die TVVL een warm hart toedragen, samen te werken. Omdat ik in die vereniging heel erg merk van dat alle rugnummers eigenlijk wegvallen. Of je nou bij A werkt of bij B werkt, dit doet of zus doet. Als we met de vereniging zijn en we hebben het over de onderwerpen enzovoorts, dan gaan we voor de inhoud. Dat fascineert mij, dat trekt mij aan. Kijk, wat het onderscheidende is, ja, ik ben eigenlijk blij dat we een vereniging zijn, een vakvereniging zijn, een vereniging zijn die op de inhoud zit. En niet een branchevereniging of iets dergelijks. Dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Maar dit gaat over ons vak. En dit gaat over kennis ontwikkelen en kennis delen. Nou ja, en dan natuurlijk de diversiteit van installateurs, leveranciers, adviseurs, noem het maar op. Gewoon die mix, daar geloof ik echt in. En dat vind ik echt het onderscheidende van deze vereniging. Mooi. Dat is heel fijn dat je dat zo ervaart.
Tenminste, dat herken ik ook. Ik ben vrij vers binnen het TVVL. Ja. En het is zeker een mooie cultuur die erin zit. Ik heb het bij de opening heb ik al een vraagje, een poll gelanceerd met betrekking tot duurzaamheid en de invloed van corona daarop. En in jouw jaarrede gaf je aan, met het jaarvergadering gaf je aan dat je een bepaalde onzekerheid hebt ten aanzien van hoe duurzaam die CO2-reductie die nu plaatsvindt door corona, hoe die is. Ja. Kan je ons iets meer meenemen in waar die onzekerheid voor jou dan zit? Ja, in die even diep nadenken, in dat verhaal van die algemene vergadering, daar ging het over die jaarrede. Toen was ik wat onzeker over of dat we nu collectief een ander gedrag gaan vertonen. We hadden in het begin het idee van jongens, we zijn nu door deze pandemie en wat er nu gebeurt en enzovoort, zijn we veel meer op elkaar gaan letten, op elkaar betrokken, we houden rekening met elkaar enzovoort. Nou, dat blijkt toch gaande dit jaar wel mee te vallen. Uiteindelijk, als je het afbelt, en dan gaat het toch vooral om ons gedrag van en eigen belang. Joh, jij kan mij besmetten, dus ik moet op afstand van jou blijven, dus ik pas op, zeg maar. En dat is niet omdat ik nu zo bezorgd ben om jou, maar dat gaat vooral om mij. Dat is eigenlijk wat je ziet. En ik had de hoop misschien, de wens, dat is altijd gevaar, wat is het ene, wat is het ander, van, ja, kunnen wij nu door zo'n pandemie, die voor ons eigenlijk allemaal nieuw is, kunnen we nu collectief tot gedragsverandering komen? Want dat zou helpen dat we elkaar dan beter wijs kunnen maken dat we naar een duurzame samenleving, een duurzame gebouwde omgeving, dat soort dingen moeten. Nou, daar ben ik niet helemaal gerust op. Dat we in staat zijn, ondanks deze pandemie. Kijk, ik denk wel dat er gedragsveranderingen blijven. Ik denk dat het best een tijdje gaat duren voordat wij elkaar weer een hand gaan geven. Mm-hmm. Want dat zijn we nu al zo lang gewend om dat niet te doen. Maar of dat we hierdoor nu in staat zijn, collectief, en dat dat gaat helpen in verduurzamen, daar ben ik niet zo gerust op. Nee, daar zit mijn onzekerheid. Ja. En er komt toch ook je sociaal-wetenschappelijke kant, hè, spreekt daar ook alweer heel erg in. Precies. Kijk, want wat we natuurlijk weten in gedragsverandering, er zijn twee manieren om mensen hun gedrag snel te laten veranderen. Dat is, of het laten veranderen. Dat is van, mensen moeten in een soort doodsgevaar geweest zijn. Als je echt gevoeld hebt van, wauw, als ik dit doe, dan gaat het fout en dan verander je gedrag. Of we moeten dingen heel lang inslijten. Nou ja, ik denk dat een jaar corona daar onvoldoende voor is, vermoed ik. Om dit interview, of in ieder geval mijn vragen af te sluiten. Als je het dan hebt over die gedragsverandering, wat zou je dan de mensen die nu zitten te kijken, wat zou je die dan mee willen geven als tip of als take-out? Ja, ik denk dat wij in de gemeenschap zoals we met elkaar nu zijn en de mensen die hierin meedoen, dat wij elkaar niet hoeven te overtuigen van dat we naar een verduurzaming moeten. Dat is volgens mij niet nodig, want dat snappen we met z'n allen, dat hebben we met z'n allen wel door. Dat weten we, rationeel. Ik denk dat in de samenleving dat het buitengewoon noodzakelijk is dat we met elkaar eerlijk gaan zeggen dat een transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, dat die voorlopig geld kost. Die gaat straks heel veel opleveren op allerlei punten, maar voorlopig gaat die geld kosten. En daar moeten we denk ik gewoon eerlijk in zijn, daar moeten we durven benoemen. En daar moeten we voorzieningen voor gaan treffen. Want anders blijven we, ondanks dat we met z'n allen, als je iedereen vraagt, wil je een duurzame samenleving, zegt iedereen ja. Maar als het gaat over de ratio en over de causaliteit, ja, hoe dan? Dan loopt het toch op een aantal punten wel vast. En ik vind dat we daar eerlijk in moeten zijn, dat we die ook financieel moeten benoemen. Dat de overgang van de ene samenlevingsvorm naar de andere, als het gaat over duurzaamheid, dat die geld kost. Ja. En daar vind ik ons te veel doen alsof dat allemaal binnen dezelfde business case kan blijven bestaan. Daar geloof ik niet in. Dus investeren, eigenlijk op een nieuwe manier naar die business case toekijken. Ja, nou ja, dat eerlijk benoemen en zorgen dat die middelen er zijn. Want ik heb het idee dat die de middelen er zijn. Ik heb bijvoorbeeld naar coronatijd, hoe snel wij in staat zijn om miljarden beschikbaar te hebben om de zaak overeind te houden. Dus dat geld, dat, ik geloof niet dat nou een probleem is, maar we moeten dat eerlijk gaan benoemen en we moeten dat toe gaan kennen. Mooi. Ik vind het een heel mooie afsluiting en take-out. Dankjewel, Kees. Dankjewel, Jaap. Olaf, ik weet niet of er vragen binnen zijn gekomen of voor Jaap. Ik zit echt smekend naar mijn scherm te kijken, maar ik zie nog geen vraag. Dus het was wederom een duidelijk verhaal. Een duidelijk verhaal. Mochten er nog vragen binnenkomen, stel ze gerust. Precies. Dan kan Jaap ze altijd later beantwoorden. Ja. Dankjewel, Jaap. Alsjeblieft. Dan, dankjewel. Dan gaan we verder met de rest van het programma. En daarvoor wil ik graag Atse Boersma uitnodigen. Boerstra uitnodigen.
Atze, mooi dat je er bent. We hebben de BC Max prijs al een paar keer lang zien komen. Ik heb begrepen dat jij die zelf ook een keer hebt gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooie vermelding. Op dit moment zeer actief lid van TVVL. Zeer actief ook bezig met de corona-vraagstuk. Volgens mij in de coronawerkgroep zit je ook in dat opzicht. Maar je bent nog iets heel erg druk. Namelijk het PVE Gezonde Kantoren. En jij gaat ons in de komende 15 minuten... ga je ons meenemen in de update van het PVE Gezonde Kantoren... die volgend jaar de planning staat gepubliceerd te worden. Ja. Dus ik ben erg benieuwd naar je verhaal. Dankjewel, floor is yours. Ja, dankjewel. Op het programma staat... het programma van eisen, de versie 2020. Waarschijnlijk wordt het, daar kom ik straks op terug, wordt de boel uitgebracht begin 2021. Dus vandaar dat ik in mijn eigen titel, als het goed is krijgen we zo slides te zien, dat er in mijn titel staat update 2021. Dat heeft gewoon puur te maken met hoe het qua timing uitkomt. Het programma van eisen, een aantal van jullie kent het wel, ik heb hem hier ook bij me. Dat is een document wat, al zeg ik het zelf, best wel succesvol was. Bij heel veel projecten is het toegepast. Ik ga geen namen noemen, maar soms zat ik bij echt hele chique opdrachtgevers. En die gingen dan met het verhaal lopen zwaaien van, dit willen we, klasse B. Terwijl je denkt van, dit is nou typisch een opdrachtgever die gewoon een partij een opdracht gaan geven om helemaal op maat een PVE te schrijven. Maar goed, die wilden dan toch dit als startpunt nemen. En dan, als het goed is, krijg je dan natuurlijk discussies, gaan we klasse A-niveau, klasse B-niveau, klasse C-niveau doen. Maar in ieder geval, leuk. Hoog tijd denk ik dat dat ding geüpdate wordt. Voordat we dat doen, even een uitleg nog van, in 2017 zijn we begonnen. Hij is uiteindelijk in 2018 uitgekomen met de eerste versie van het verhaal. In deze slides kun je zien van wie de partijen waren die betrokken waren. En ook wie in de tijd de boel gefinancierd hebben. En op dit moment waren met name TVL en Vla die zeiden van we willen gewoon wel even wat geld in stoppen om een goede verbeterslag te maken. Ik heb daar aan gewerkt met name met mijn collega Marije de Kulve. Eerlijk gezegd heeft zij het leeuwendeel van het werk gedaan, dus het is eerlijk is eerlijk. Het doel is eigenlijk net als de vorige keer van om een document te vullen met name prestatie-eisen die je aan de comfortgezondheidskant die je kunt hanteren naast energiezuinigheidseisen. En uiteindelijk wil je natuurlijk een referentiekader creëren van als je het met elkaar hebt over we willen een goed, gezond, comfortabel gebouw maken van wat houdt dat dan in en als het dan extra goed moet zijn, wat hanteer je dan aan eisen of als het matig moet zijn omdat het een monument is bijvoorbeeld, wat kun je dan doen? We focussen op de binnenmilieukwaliteit in kantoren, vergaderruimtes. Dus we hebben het niet zozeer over kantines en over toiletten en over werkplaatsen. Dus dat is wel goed om even in je achterhoofd te houden. Dat is nog steeds het doel, net als de vorige ronde. Voor degenen die het wat minder goed kennen, het idee is natuurlijk ooit geboren door het PVE Frisse Scholen. Daar is overigens nu een nieuwe versie van. Bijna van, moet ik zeggen. Hij is al af. Hij is alleen nog niet officieel in de lucht. Mijn collega Vrouwtje van Dijk heeft daaraan meegewerkt. En ook weer allerlei partijen hoor, die daar ook hun input voor geleverd hebben. Het programma van IJzer Frisse Scholen. En waar wij het over hebben is eigenlijk net zoiets, maar dan specifiek voor kantoren. Het is net als de vorige ronde, zeggen we nog steeds dat het bedoeld is om op het moment dat je een nieuwbouw of een renovatietraject doet, om met elkaar te communiceren over van bijvoorbeeld beslissingnemers met het ontwerpteam, van wat willen we bereiken en wat we van eisen stellen aan de comfort gezondheidskant. En uiteindelijk maakt dat als het goed is mogelijk om, want je kijkt enerzijds naar kosten, anderzijds naar energieprestatie-eisen en natuurlijk deels ook als het goed is naar comfortgezondheidseisen. Om dat mogelijk te maken heb je natuurlijk eenduidige eisen nodig aan de comfortgezondheidskant. Deze ronde hebben we ook gezegd, je ziet dat vaak toch ook eisen uit het PVE gehanteerd worden. Op het moment dat je bijvoorbeeld een sensornetwerk aanlegt, denk aan fijnstof, temperatuur, CO2. Dus daar hebben we nu ook expliciet naar gekeken van, staat dat er goed genoeg in en helder genoeg om het inderdaad ook op die manier te kunnen gebruiken.
Ja, waarom doen we dit? Nou, er zijn verschillende redenen, denk ik, waarom het goed is en belangrijk is dat we nu met ook deze ronde weer input van een heleboel partijen een verbeterslag hierop loslaten en een PVE in de lucht houden op het gebied van gezondheid ook maar voor. Het is ten eerste omdat we weten dat er heel veel gebouwen zijn waar toch veel klachten zijn. Nou, ondanks het feit dat daar op serieuze manier gebouwen ontworpen zijn en ze in ieder geval op papier goed onderhouden worden. Dit is een onderzoek van het Center for People and Buildings. En je ziet dan, dat is dan een soort top 10 lijstje van klachten. En hoe meer rood, hoe slechter het is. En je ziet dat eigenlijk binnenklimaat op 1 staat. Hè. Dus klachten over binnenklimaat is iets wat heel veel voorkomt in kantoren. Herkennen een aantal van ons ook wel, denk ik. En ook dingen als akoestiek, verlichting in wat mindere mate, komt er ook in voor. Dus dit soort onderzoeken vertelt je natuurlijk wel van, ja, het is zinvol om daar iets mee te doen, goede prestatie-eisen te stellen. Andere reden is natuurlijk effect op productiviteit. We weten, dit is dan een curve die laat zien wat doet temperatuur met productiviteit. Onderzoek van Seppanen. Dat alleen al zou een goede reden kunnen zijn, denk ik, om bij een renovatie of nieuwbouw aandacht te besteden aan het stellen van de juiste binnenmilieuprestatie-eisen. En we weten natuurlijk ook dat andere factoren dat die invloed hebben op de productiviteit. Dit is een plaatje uit een onderzoek dat we ooit voor Kantoor voor Energie gedaan hebben, Platform 31. Verder hebben we natuurlijk op dit moment nog op de achtergrond, ik had mezelf beloofd om het niet over corona te hebben en COVID-19, want bijna alle projecten die we op dit moment aan doen zijn, die gaan alleen maar daarover. Leuk eigenlijk om even vandaag een presentatie te mogen doen die daar eigenlijk totaal niet over gaat. Dat gezegd hebbende, op het moment dat je prestatie-eisen stelt, bijvoorbeeld bij een nieuw kantoor, moet je natuurlijk ook nadenken over luchtkwaliteit en over het beperken van overdracht van infectieroutes. Dat is nog een extra reden die er nu nieuw bij komt. Maar goed, dat zat er eigenlijk al in hoor, ook in de oude versie. Ja. Nou, tot slot nog een andere reden is dat we te maken hebben met natuurlijk het Energy Performance of Building Directive gebeuren. Er is natuurlijk weer een nieuwe ronde geweest, EPBD Recast. En daar staat heel duidelijk in van, we moeten in Europa met onze gebouwen, ook onze kantoorgebouwen, moeten we gewoon echt een slag gaan maken op het gebied van energieprestaties. We hebben natuurlijk het BENG-gebeuren in Nederland. In het kielzocht ervan. Maar er staat ook letterlijk in de politieke opdracht van, dat moeten we doen. We moeten dat ook wel doen met aandacht voor gezondheid en comfort. En op een dusdanige manier dat we niet een soort bijeffecten, bijwerkingen krijgen aan de gezondheid en comfortkant. Dat is absoluut niet de bedoeling. Ja. Ja, wat er goed is om even te vermelden, los van het programma van eisen loopt er ook een traject wat redelijk ver gevorderd is, waar eigenlijk de FLA en de lead is, waarbij ik en mijn BBA-collega's, maar ook onder andere Piet Jacobs van TNO, mensen van Office VT uit Delft, van de TU Delft, en de FLA zelf, tegenwoordig heet ze Binnen Klimaat Nederland, bij betrokken is. Binnen dat traject heb je ook prestatie-eisen nodig. En daar gaan we dus ook de nieuwe prestatie-eisen zoals die in het PVE staan als referentie gebruiken. Dus er zit een duidelijk link met het nieuwe label. Het label zelf kan ik helaas nog niet laten zien. Dat wordt begin volgend jaar gelanceerd. Dat heb ik even zo beloofd. Het label is er al wel, de vormgeving. Dus het ziet er echt ontzettend goed uit, al zeg ik het zelf. Maar dat is even niet aan mij om dat te laten zien. Wat je wel ziet is een soort Europees label wat ja, meer een soort research and development achterproject is geweest. Het zogenaamde TAIL label. Het is net zoiets, maar dan veel mooier. En gaat dan heel specifiek over een label die je op een gebouw kunt plakken. Als je aangetoond hebt dat je bijvoorbeeld aan je klasse B of A of C luchtkwaliteit, klimaat, geluid of licht eisen voldaan hebt. Dus het nieuwe PVE is één op één aangesloten bij dit initiatief van onder andere VLA. En hier is trouwens TVL ook weer bij betrokken. Nou, waar staan we nu? We hebben eigenlijk vanaf juni zijn we bezig geweest met een heleboel partijen, andere adviesbureaus, ingangen via de Nederlands-Vlaamse Bouwfysica-vereniging, wat prominente TVL-leden, mensen van het Rijksvastgoedbedrijf, mensen waar we gewoon een soort klankbordoverleg mee gehad hebben, waarbij de centrale vraag steeds was van, nou, wat kan er beter? Zie je het oude PVE? We hebben algemene sessies gehad, we hebben deelsessies gehad, bijvoorbeeld alleen het gebied van akoestiek. Eigenlijk vanaf september zijn we begonnen met uitwerken. En we zitten nu, as we speak, echt in de fase dat we de kerntabel op orde hebben. Teksten omheen zijn bijna af. Teksten nu terug aan het gaan zijn naar degene die in de tijd informatie aangeleverd hebben. Een soort laatste afstemronde. En dan verwacht ik dat we begin december de teksten aan kunnen leveren. Er wordt vormgegeven er is nog geen datum geprikt, maar we verwachten dat ergens richting uiterlijk eind januari de boel gelanceerd wordt. Nou, dan wat betreft de eisen.
zijn een heleboel suggesties geweest vanuit die expertsessies. Ik zal ze niet allemaal in detail laten zien. Onder andere is gezegd van, nou, circulariteit, kijk daarna. Daarvan hebben wij gezegd, daar gaat het niet over. Kunnen we in de inleiding kunnen we iets over vertellen? Kijk nog eens goed naar je kleurcoderingen. Is niet helemaal logisch dat je bij B al een soort kleur krijgt die blijkt alsof het niet goed genoeg is. Nog een aantal zaken. Algemene leesbaarheid, introductie. Realiseer dat er ook relatieve leken mee aan de slag gaan. De indeling lijkt redelijk op hoe het eerst was. Er zitten wat kleine verschillen in. En wat met name belangrijk is, dat we het laatste hoofdstuk kwaliteitsborging. Daar focussen we echt op kwaliteitsborging in de beheersfase. Als het pand al eenmaal staat. En er wordt op een soort klasse ABC niveau uitgelegd van, los van of je de klasse ABC prestatie-eisen gesteld hebt, wat je kunt doen om aldoende de kwaliteit te controleren. Dit zijn natuurlijk de vier hoofdkenmerken. Je hebt hier de drie kwaliteitsniveaus. Dat is eigenlijk allemaal niet veranderd. Even een paar snelle voorbeelden nog. Ik zie dat mijn tijd er al bijna op zit. Wat voorbeelden. We hebben bijvoorbeeld van verse luchttoevoer hebben gezegd, die eisen hanteren we gewoon. Die blijven we hanteren, die 25, 40 en die 60 kuub. Om dat nou te gaan verlagen in tijden van COVID-19 is onlogisch. Om dat nog te verhogen, die 60, dat is misschien een beetje te cru. Wel even opnieuw gekeken naar de CO2-eisen die daarbij staan. Alles wat in blauw staat is dus de nieuwe eis. Er zijn wat doorstrepingen weggevallen, zie ik hier. Maar in ieder geval, er zaten wat vatjes in de CO2-waarden. Dus dat gaan we herstellen. En we hebben ook gezegd voor de aanname voor je buitenconcentratie. Als je die niet meet, moet je misschien wat hoger gaan zitten. Omdat die 400 die we eerst hadden staan, in de praktijk vaak wat hoger is. 420, 430. Dus vandaar ook een wijziging in die hoek. Ten aanzien van schimmels stonden er drie verschillende eisen in. We hebben nu één eis, dus allemaal hetzelfde voor klasse A, B, C. Alleen wat bijzonder is voor A, dat je dan wel verplicht bij oplevering de boel meet. En bij die andere twee is dat niet nodig. Fijnstofeis, dat lijkt alsof het een hele grote ingreep is. Maar per saldo blijven de eisen eigenlijk hetzelfde, gerelateerd aan Europese eisen. En alleen die 20 bij klasse C is nieuw. Dat was eerst 25, maar dat laten we nu beter aansluiten bij de nieuwe Europese regelgeving. Verder die in-de-outer ratio's eisen zijn eigenlijk onveranderd. Even kijken, dan heb ik nog twee voorbeelden. Eentje over klimaat, temperaturen. We hebben nu gezegd voor klasse A dat we toch één tandje strenger gaan. En dat we voor de zomereisen zeggen van, er stond nu ergens in een soort toelichting van, als het moet dan kun je ook iets met de adaptieve methode. En die gaan we nu echt als gelijkwaardig onderzetten. Licht kan ik heel kort over zijn. Er stond iets vaags in over van, als je LED-verlichting doet moet je goed kijken naar flikkereffecten. Die tekst heb ik nu nog niet, maar er is een conceptversie van de nieuwe NEN-norm. En daar gaan we teksten uitputten om dit wat concreter te maken. Dus dat gaat specifiek over de ergonomische aspecten van LED-verlichting. Denk ook aan verblinding. En tot slot ook aan de geluidkant. Ik denk dat we echt een hele mooie kwaliteitsslag gemaakt hebben met dank aan veel akoestiekspecialisten hier en daar. Het is vooral ook toelichtende teksten van hoe moet je nou wat er staat aan kwantitatieve eisen, hoe moet je dat interpreteren. En het zijn wel echt een soort toelichtingen die de gemiddelde akoesticus nodig heeft om te kunnen rekenen. Waarvan misschien de gemiddelde persoon met de installatieachtergrond zegt van het zal mijn tijd wel duren. Tot slot, de lancering is verwacht voor uiterlijk eind januari. Ik ga daar niet helemaal over, dat is uiteindelijk aan TVL en ISO om dat te beslissen. Maar orde van grootte, dus begin volgend jaar ligt er een nieuw PVE. En hou de websites in de gaten van TVL en ISO, zou ik zeggen. Dankjewel, Atze. Duidelijk verhaal. Mooi ook dat je ons even zo meeneemt door de belangrijkste wijzigingen. Leuk dat je de scoop meegeeft ten aanzien van het kwaliteitslabel wat eraan komt. Wordt dat dan ook in januari hier gepresenteerd, het label? Daar wordt nog over gesproken. Je kunt dat natuurlijk als logisch zien om dat tegelijkertijd te doen, maar daar is nog niet helemaal een knoop over doorgehakt. Dus dat is een mooie vraag voor, ik weet niet of je John hier nog krijgt bijvoorbeeld, maar... begin volgend jaar. En het zou kunnen dat er net een maand tussen die twee momenten gaat zitten. Maar het heeft natuurlijk met elkaar te maken. Ja. Het is ook een beetje marketingcommunicatie van wanneer je wat vrijgeeft, om het zo maar te zeggen. Ja, het is op zich, het moet ook weer niet tot verwarring leiden. Hè, want in principe kun je nog steeds gewoon het nieuwe PVE gewoon toepassen als een nieuwbouwproject doen. En niet besluiten om dus iets met een label te doen. Daar zitten ook gewoon weer kosten aan verbonden, terwijl het label laten maken, terwijl gewoon de PVE toepassen, dat kun je in principe gewoon downloaden en mee aan de slag gaan binnen een project. Dus,
een goede zaak. Ja. We hebben nog tijd voor één vraag. Olaf, is er nog een vraag? Moet ik gedwongen om te kiezen? Eén vraag ging onder andere over de wijzigingen die zijn opgetreden als gevolg van de corona-situatie. Ja. Die ga ik niet stellen, want je wilde corona niet noemen. Ik wilde wel heel kort iets over zeggen. Maar, ja, maar dan moet ik toch echt twee vragen stellen. Er zijn twee vragen die eigenlijk zien op de thuissituatie. Het heeft natuurlijk niks te maken met TVE zoals het hier ligt. Ja. Maar de meeste van onze kijkers die zitten nu thuis. Ja. En die denken van waarom is eigenlijk zo weinig aandacht voor het binnenmilieu thuis. Ja. We hebben daar onlangs ook eventjes in de avonturen wat contact over gehad. Ja. Ik zie hier een metertje met het aantal ppm's. Dat is thuis heel veel hoger dan het hier is. Ja. Hier gaat het goed. Zit daar nog iets in de pijplijn, Atte? Ja, ik heb ook wel de hoop dat we op een gegeven moment weer, in ieder geval de helft van de tijd, gewoon wel weer gewoon op kantoor zitten. En op het moment dat je thuis alleen in een ruimte zit, of dan nou een CO2-concentratie hoog is of niet, maakt eigenlijk niet zoveel uit, want je kunt jezelf niet besmetten. Ja. Opstel dat iemand in je huishouding besmet is, waar je dan 's nachts mee in bed ligt, in elkaars ademzone, word je sowieso besmet, bij wijze van spreken. En je moet er echt integraal naar kijken dan. Hè? Dus, en wat doe je op het moment dat er iemand in huis besmet is? Ga je dan aparte wc's gebruiken? Kan dat überhaupt? Hoe klein bij huis ben je? Etcetera. Dus op het moment dat je naar de thuissituatie kijkt met een COVID-bril, dan is dat bijvoorbeeld zo'n CO2-monitoringsbril. Oké, dat is dat één verhaal. Los daarvan, op het moment dat we inderdaad meer in de toekomst gaan thuiswerken, dan krijg je natuurlijk de vraag van, ergonomische stoel. Dan is een keer een kamer die vroeger wel eens een beetje koud was in de winter, maar dat maakt het niet uit, maar dan zit je nu de hele winter te werken. Ja, dan opeens gaat het over verwarmingscapaciteit, behoefte om toch de boel na te isoleren. Een van de andere vragen, hoe zit het dan met arbeidsproductiviteit inderdaad, ook zomers, hè, als het heel warm is. Ja. Dus een woonhuis vaak warmer zomers dan op kantoor. Dus het is natuurlijk niet onlogisch dat je meer tijd gaat zitten, dat je meer met de kantooromgevingsogen naar je thuiswerkplek gaat kijken. Maar wie gaat op een gegeven moment dat betalen? Gaan we al die werkkamers volhangen met split units, energiegebruik? Ik weet het allemaal zo net nog niet. Ik voel iets opkomen voor de congres, Atte. Ja. Het nog over hebben, over anderhalf jaar. Ja. Zeker, heel mooi. Ja. De Briva-congres inderdaad, waar je een beetje naar knipoog. Misschien nog heel even over dat eerste punt. Hè. Dus we hebben natuurlijk, dit document is gewoon in zijn algemeenheid bedoeld om in de breedte te schetsen wat zijn nou het soort binnenmilieueisen die je moet stellen. Een deel van wat er al in staat, daar zit eigenlijk al een soort COVID-gedachte achter zonder dat COVID al bestond toen we het schreven in 2017-18. Bijvoorbeeld over recirculatie. Hè. Er staat eigenlijk al in vanaf klasse B van tijdens werktijd in principe niet recirculeren. Heb je een decentraal recirculerend systeem. Ja, zolang die verse luchttoevoer maar op orde is, dat zinnetje voegen we even toe. Maakt dat niet uit. Het staat er letterlijk allemaal al in. Dus zonder ons op de borst te kloppen. Maar in de tijd hebben we echt wel een paar dingen al goed over nagedacht. Qua COVID hebben we wel gezegd, bijvoorbeeld die verse luchttoevoer eis van 60 kub, die gaan we niet omlaag schroeven. Sommige mensen wilden dat graag om een bepaalde reden. Maar dat leek me echt een hele slechte timing. En daar zitten nog wel een aantal andere dingen in. Die gaan bijvoorbeeld over CO2-monitoring. Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit van of we die er toe gaan voegen. Dus verplichte CO2-monitors bij klasse A in alle ruimtes. Ja, kosten technisch. Waarschijnlijk dat we bij kwaliteitsborging daar een opmerking over maken als idee, zonder dat het een eis is. Zoiets. Is een belangrijk sturingsmechanisme natuurlijk. Okay. Dankjewel, Atse, Hoestra. Yes. Heel erg dank. We gaan er meer van horen in januari. Heel veel succes in ieder geval nog met de afronding. Dankjewel. En dan wil ik na dit verhaal over de binnenkwaliteit van de lucht naar het effect daarvan op de mens en daadwerkelijk ook de virustransmissie. En daarvoor wil ik online verwelkomen Hans in het Veen. Hij is verbonden als longarts aan het Franciscus Vlietland, of Gasthuis in Vlietland. En hij gaat ons meenemen in de rol van aerosolen in het geval van voor de virustransmissie. Dus we krijgen nu wel eventjes een corona-verhaaltje. Hans, the floor is yours. Dankjewel voor de mooie introductie. Het is mooi om naar Atse te mogen komen. Die eigenlijk hadden we het moeten omkeren en dan had hij alle maatregelen kunnen doen over wat te doen bij corona en bij virussen in huis. Ik heb geloof ik iets van 20 minuten. Ik zal proberen op tijd te blijven. Ik heb het geprobeerd luchtig te houden, omdat het zo aan het eind van de dag is. We gaan het hebben over corona en de rol van de aerosol. Mag ik de volgende dia? En dat is de aanleiding eigenlijk, is een stukje wat ik samen met Maurice de Rond en Atse, die u net al hebt zien schijnen, heb geschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, omdat wij vonden dat er te weinig aandacht was voor deze route van virusverspreiding. Mag ik de volgende dia?
Dit zijn mijn disclosures die ik wettelijk even laat zien. Mag ik de volgende? We gaan het hebben over de, ook toch even hebben over de 1,5 meter. We gaan het ook even hebben over virusoverdracht via oppervlakte, omdat dat positioneert ook dat er misschien andere problemen zouden kunnen zijn. En dat zijn de superspreading events, moet ik zeggen, en de aerosol. En u ziet rechtsonder ziet u het coronavirus. En dat heet corona omdat het van die mooie kroontjes heeft. Het virus alleen is wat kleiner dan hier lijkt. Mag ik de volgende? Want dit is even om aan te geven hoe groot of hoe klein, zo je wil, het virus is. Het virus is 100 nanometer, dat is 0,1 micrometer. Links ziet u een afbeelding van een haar met daarnaast ook wat zandkorreltjes. En dan heb je de blauwe bolletjes in de haar, dat is PM10, dat is grof fijnstof, zoals dat heet. En dan heb je de rode bolletjes, die zijn nog weer kleiner. Dat is de PM2,5. Dat zijn de deeltjes luchtverontreiniging die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Dat is heel klein, want die zie je niet. Toch is het virus nog vele, vele malen kleiner. En je kan je zelfs voorstellen dat het virus kan meereizen op zo'n stukje PM2,5. Dat is vele malen groter. Rechtsonder, daar ziet u dan afgebeeld de PM10 links of rechts. Dan de rode bloedcel, de erytrocyt, die je dus ook alleen maar met de microscoop kan zien. Dan zie je die PM2,5, dan de bacteriegrootte en dan zie je heel, heel, heel klein het coronavirus. Wat zo groot is als ultrafijnstof wat wordt afgescheiden door vliegtuigen. Dus dat is echt minuscuul. Dus als je een filter hebt, moet je een filter hebben die eigenlijk ook de 100 nanometer deeltjes zou kunnen filteren. Mag ik de volgende? Dit is de manier waarop een virus in het algemeen, dus ook corona, zich kan verspreiden. Links ziet u een hoestende, proestende persoon, maar dat kan ook een gewoon sprekend persoon zijn. Bij dat hoesten, maar ook praten en zingen, komen deeltjes uit de luchtwegen vrij door trilling en door slijm. De pijl recht naar voren laat zien dat er grote deeltjes, en dat is tussen aanhalingstekens groot, deeltjes zijn die als je hoest heel ver komt, maar als je praat en spreekt niet verder dan 1, maximaal 2 meter voorbij komt. Ga ik zo nog wat over zeggen. Die deeltjes storten namelijk neer ter aarde, dus komen niet verder. Als zo'n deeltje op een ander persoon komt, omdat je in iemands gezicht hoest of niest, dan kan zo'n persoon daardoor geïnfecteerd worden. Daaronder zie je het handje en het bed. Dat zijn de indirecte routes. Stel, ik hoest in mijn hand. Ik pak de deurknop beet en iemand anders pakt daarna de deurknop beet en die peutert in zijn neus. Dan heeft hij daarmee via zijn hand het virus in zijn neus en daarmee in de luchtwegen gebracht en daarmee zichzelf geïnfecteerd. De andere laatste route is die aerosolroute. Dat is de bovenste route. Als mensen praten, dan komen de hele kleine druppeltjes ook vrij. En die druppeltjes blijven ronddwarrelen in de ruimte. En dat zijn druppeltjes kleiner dan 100 micrometer, maar vaak kleiner dan 5 micrometer. En dat is een essentiële diameter, omdat deeltjes kleiner dan 5 micrometer adem je in en komen echt helemaal direct in je longen, helemaal diep in de longblaasjes. Ik zal daar zo wat meer over zeggen. We gaan eerst maar eens even kijken hoe dat nou, wat er nou eigenlijk gebeurt als iemand hoest of niest of praat. Mag ik de volgende? Dat is een film. Hier nog eventjes de maatregelen van het RIVM. Excuus. Handen wassen, stuk wassen, hartstikke belangrijk. In je elleboog niezen en geen handen geven. Maar dat voorkomt allemaal de eerste twee routes. En er wordt niets eigenlijk gezegd over aerosolen. Uiteraard, als je ziek bent, moet je thuis blijven. Dat spreekt voor zich. Dan ga ik zo direct een filmpje laten zien uit 2010. Eigenlijk toen niet zo actueel, maar wel nu heel erg. Dat laat zien wat er gebeurt als mensen hoesten en niezen. Dat is een filmpje van de Mythbusters. Een vrolijke serie op Discovery. Door jongeren graag bekeken. En iemand gaat hoesten en niezen met niespoeder en een beetje rode kleurstof in zijn mond. Mag ik de volgende? Dan doen we die. Mag ik even de volgende? Doe maar even het volgende filmpje. Adam takes a snort of snuff and a swig of food coloring.
God, it looks like a murder scene here. Ah. That time around, the sneeze went quite literally with flying colors. Zie je deeltjes vrijkomen. En dat is met 100 km per uur ongeveer. We got one out here at 17 feet. En zo'n fluim kan tot 8, 9 meter ver komen. Als je praat is dat minder ver, daar kom ik zo op terug. Mag ik de 2DS terug dan? Want hier zie je dus wat er gebeurt als iemand hoest of niest. Maar ook als iemand praat, dan komen die druppeltjes vrij. En die druppeltjes, als ik zei, die storten neer. En het eerste onderzoek, en daar refereert het RIVM ook naar, eigenlijk is het onderzoek uit de 19e eeuw, Karel Pfluger, zie je hier als afbeelding, onderzoek uit 1894. Die liet mensen praten boven kweekschaaltjes, petrischaaltjes. En die merkte dat je, als je praat, dat er dan druppeltjes naar beneden vallen en die storten neer op zo'n petrischaaltjes en de goede bacteriën. Dat is echt heel mooi verder samengevat door Wells. Die zie je aan de rechterkant. En die wordt heel veel met name aangehaald. En die liet zien dat deeltjes als je spreekt of praat niet verder eigenlijk komen dan 3 voet. Dat is dus bijna 1 meter. En die voet, 3 voet, die 1 meter is cruciaal. Want Frankrijk houdt 1 meter afstand aan voor mensen met die virusbesmetting hebben. Nederland is wat zekerder. Die zegt 1,5 meter... De Zwitsers bijvoorbeeld, die zeggen 2 meter. Als je spreekt of praat, de grote deeltjes storten naar beneden. Dat is zoals je hier kan zien op de volgende dia. Complexe dia misschien, maar je ziet dat op de x-as staat de diameter van de druppels en op de y-as het aantal seconden. En de druppels, de grotere druppels, die worden door de zwaartekracht naar beneden getrokken en vallen op de grond. Dat kan je aan de rechterkant zien. De kleinere druppels die verdampen en blijven, omdat ze verdampen, worden ze steeds kleiner en blijven ronddwarrelen. En daarom maakt vochtigheid ook uit, want als het droog is, verdampt zo'n grotere druppel snel en verdampt tot een aerosol en dat blijft ronddwarrelen. En dat is de derde route, die ronddwarrelende kleine druppeltjes, de aerosolen. Mag ik dan terug naar de 2-3 dia's verder? Deze moet ik hebben inderdaad. Is er nou heel veel bewijs voor die 1,5 meter? Eigenlijk niet. Dat is best verdrietig. Er zijn een paar kleine studies dat als je mensen naast baby zet die verkouden zijn, dan word je minder snel ziek als je de baby knuffelt. Dan word je sneller ziek als je de baby knuffelt dan als je de 1,5 meter af zit. De enige studie die een beetje laat zien dat afstand uitmaakt voor een infectie, is deze studie heel recent, die alle onderliggende studies eerder heeft opgeteld. En dan zie je, de afstand staat op de x-as, op de y-as staat het aantal besmettingen. En dat hoe verder je af bent, dan neemt de kans op besmetting af. Dat is logisch, maar dat kan ook met een aerosol te maken hebben. Maar dat zou iets over druppelbesmettingen zeggen. Deze studie is echt heel veel bekritiseerd, omdat de methode ontzettend onduidelijk was en eigenlijk het rommeltje was. Daarmee dus maakt die 1,5 meter, is nog steeds niet keihard bewezen. Betekent niet dat we moeten loslaten, maar niet keihard bewezen. Mag ik de volgende? Die 1,5 meter is geen goede verklaring voor alle besmettingen die we hadden in het begin van de COVID-periode, de eerste golf, namelijk in Tirol en Nederland, de carnaval. En de gedachte daarvan is dat inderdaad die overdracht moet gaan via een direct contact. Dat laat ik zo zien in een filmpje hoe dat dan gaat. Dat is bijzonder. Het is een buffet waarbij iemand in zijn handen glow in the dark gel krijgt gesmeerd en die gaan daarna aan het buffet en een half uur later kijken ze hoe ver nou dat glow in the dark is rondgekomen. Mag ik de volgende? Hier zie je hem. Doe maar. De glow in the dark gel. 1 man. Buffet. En eten. En dan zie je nu wat het resultaat is van gewoon een half uurtje aan tafel zitten, dat iedereen onder zit.
Dat betekent dus dat als je virus aan je handen hebt, dat dat heel snel naar anderen verspreid zou kunnen worden. Dat is op zich heel zorgelijk als dat virus daar aan zit en kan overleven. Mag ik de volgende? Dat virus overleeft inderdaad. Ik weet niet wie deze meneer onder is, maar dag meneer. Het virus overleeft op oppervlakte en langer bijvoorbeeld op harde oppervlakte dan zachte oppervlakken. Dus als dat virus aan je handen zit en wordt doorgegeven, dan is het niet gek dat je daarmee besmettingen overdraagt. Mag ik de volgende? Toch is het raar dat er een heleboel andere besmettingen zijn die niet via die aerosol, niet via die grote druppels zouden kunnen gaan en niet via die overdracht via je handen. Want die mensen in Tirol, die zaten niet allemaal aan elkaar. En die hebben niet allemaal binnen anderhalve meter van elkaar gestaan. Bovendien blijkt, en dat hoorde ik net nog een discussie over bij de vorige spreker, de grootste besmettingen hebben plaatsgevonden in zogenaamde superspreading events. Denk aan, dus aan die uitbraak in Tirol. Waarbij ook in carnaval blijkt dat mensen die op de herrenzitzoen zijn geweest, dat die allemaal heel erg ziek zijn geworden en dat besmettingen thuis relatief weinig plaatsvinden. Zelfs als dus iemand daar corona positief is. En misschien komt het wel omdat je aan deurknoppen enzovoorts eigenlijk heel weinig coronamateriaal terugziet. Dat moet dus zijn dat er een derde route is. En je hebt kerkdiensten gehad waarbij die superspreading events zijn, sportscholen. U kent misschien de Diamond Princess nog wel, maar suikerfeesten, restaurants. En heel recent in Nederland, maar ook in Zweden, heb je verpleeghuizen gehad waarbij het niet anders kan zijn dat het niet via het grote druppels gegaan is, niet via handen geven, maar via ronddwarrelende kleine druppeltjes. Mag ik de volgende dia? En belang om te realiseren is daarbij dat het RIVM altijd zegt, die aerosoloverdracht die kan niet gaan, omdat het virus minder besmettelijk is dan bijvoorbeeld mazelen. En daarbij verwijzen ze altijd naar de R0. Dat is een getal wat zegt hoeveel mensen, hoeveel besmettingen er volgen op een gemiddeld persoon die besmet is. En in Nederland zit de corona rond de 1,2, 1,3. Dat betekent dat gemiddeld ieder persoon 1 tot 1,5 persoon besmet. Maar dat is een hele rare scheve verdeling, zo blijkt. Want het blijkt dat maar een heel klein deel van de mensen, namelijk maar 10% van de mensen, verantwoordelijk is voor 80% van de besmettingen. En dat betekent dus dat in zo'n superspreading event ineens heel veel mensen gelijktijdig besmet worden door één persoon. De besmettingen daarna, de zogenaamde secundaire besmettingen, die thuis plaatsvinden, die vinden veel minder vaak plaats. En dat is ongeveer 20%. En opvallend bij die zogenaamde superspreading event, waarbij die K-waarde dus van belang is, die waarde die iets zegt over hoeveel mensen besmetten, is dat bijna al die superspreading events binnen zijn. Dat pleit erg voor aerosoloverdracht, want buiten waait die damp weg. Mag ik de volgende? En een heel mooi uitgewerkt voorbeeld is dit Chinese restaurant februari in China. Dit is een platte grond waarbij achterin zijn drie tafels, waarbij in de middelste tafel zit de indexpatiënt, de patiënt die primair besmet is. En aan allebei de tafels, alle drie de tafels, worden mensen dan tijdens dat diner besmet, waarbij van belang te realiseren is dat de ober niet besmet was. Alle andere tafels worden niet geïnfecteerd. En dan mag ik de volgende dia. Dan zie je hier hoe dat komt. Die achterste drie tafels die zitten in een ventilatiesysteem. Dat is mooi uitgewerkt. Een luchtrecirculatiesysteem, wat eigenlijk gewoon het virus telkens rondgepompt heeft. Dat pleit heel erg voor inderdaad die aerosolbesmettingen. En zo zijn er ook andere voorbeelden, zoals Nederland recent een voorbeeld in een verpleeghuis waarbij het coronavirus werd teruggevonden in de filters. Mag ik een volgende? Van belang te realiseren is dat bij die superspreading events weliswaar de hoest heel ver kan komen, maar die kleine deeltjes kunnen nog veel langer verder komen. Die kunnen tot 8 uur in de lucht blijven. En het is bijzonder dat mensen tot
per keer 300.000 partikels kunnen uitscheiden, waarbij toch een deel virulent is. We weten dat, dat de overlevingstijd van virus in zo'n aerosol 3 tot zelfs 8 uur is. En je kan je voorstellen dat sommige mensen scheiden heel veel uit. Dat zijn echt schoorstenen. Die kunnen heel veel andere mensen besmetten. En daarbij is het wc een belangrijke onderschatte bron. Denk ook voor verpleeghuizen. Omdat het virus met feces wordt uitgescheiden. Je kan je voorstellen dat doortrekken een enorme fontein van virus geeft. Dit zijn allemaal argumenten voor aerosolbesmettingen. Mag ik de volgende? En hier kan je in deze animatie zien hoe dan die aerosol blijft ronddansen. Doe maar. Dit is een persoon die praat, hoest of niest. En daar gaat de wolk. En dit is een filmpje van 20 minuten. Samengeperst. Maar dit is een karakteristieke manier waarop zo'n aerosol blijft ronddwarrelen. En dat kan tot 8 uur erna. Mag ik de volgende? En dat virus, zoals ik al zei, kan overleven. Dat zie je hier terug. Dat was dezelfde studie als met die oppervlakte. Hier ook zie je weer dat 3 uur en nog steeds geen halfwaardetijd bereikt is voor het virusdeeltje. Dat kan blijven ronddwarrelen. Mag ik de volgende? En eigenlijk zijn al die gedachten een aanleiding geweest om een aantal maanden geleden een brief te schrijven door een aantal wetenschappers waar Adse bij was aan de WHO van joh. Denk er nou aan dat die derde route ook zo van belang is. We kunnen wel geen handen geven en in handen of ellebogen niezen en afstand houden. Maar als we één van de drie manieren vergeten, dan laten we toch nog steeds de dijken openstaan. Besteed nou voordat het winter wordt aandacht aan die derde route. En dat was ook de aanleiding voor Adse ondergetekende en Maurice de Hond om dat als peer-reviewed stuk te schrijven in het Nederlands tijdschrift. Mag ik de volgende? Want wat kan je er nou aan doen, hè? Maskers is één ding. Dit is een masker. Een gewoon masker. Met een spray erdoor. Nog een keer een gewoon masker met een spray erdoor. Huistuin en keuken, discovery technieken. Dit is een chirurgisch masker. Daar komt de spray niet doorheen. En dit is nog een chirurgisch masker. Dus als je goede mondbescherming hebt, zou dat virustransmissie kunnen doen voorkomen. Dan maakt het wel uit wat voor materiaal je inderdaad hebt. En je moet ontzettend oppassen dat er mensen niet het mondkapje onder hun neus dragen. Dus over de neus goed dicht en geen zijlekkage. En er is heel veel discussie in de wereld. Is zo'n masker nou zinvol? Ook Kassa heeft dat recent toch wat over laten zien. Mag ik de volgende dia? Maar het is goed om te realiseren dat er toch wel onderzoek is, even los van het feit dat het niet waar lijkt te zijn dat mensen meer risicoverdrag gaan tonen bij het gebruik van maskers. Integendeel, dat lijkt toch dat mensen meer voorzichtig zijn. Dit is een county of een staat in de Verenigde Staten, dit is Kansas, waarbij een aantal counties wel maskerplicht hadden en een aantal counties niet. En de counties waar maskerplicht is, daar zie je ineens de besmettingen dalen. Dat pleit voor het feit dat maskers wel degelijk reductie geeft in het aantal besmettingen. Mag ik de volgende? Dat is ook aangetoond, uitgerekend eigenlijk in de grote infecties in Italië, in Wuhan en elders. Dat op het moment dat de introductie van maskers kwamen, dat je de curve ziet afvlakken. En de volgende, die stelt zelfs dat afhankelijk van het materiaal wat je gebruikt, dat als zo'n 40% van de mensen een masker zou gebruiken, dat dan de hele pandemie weg zou zijn. Dus dat suggereert wel degelijk een belangrijke rol voor maskers. Uiteraard alleen in die situaties waarbij het nodig is. Mag ik de volgende? En dat heeft tot dit voorstel geleid, eigenlijk recent gepubliceerd in de BMJ. Stap 1 is ventilatie, ventilatie, ventilatie. Geen recirculatie, maar schone verse lucht. Nou, daar weet u alles van inmiddels. Als u dat niet al wist. Maar als dat niet kan, dan is de vervolgstap naar een masker en niet een face shield, niet zo'n scherm voor het gezicht, want daar komt alle aerosol omheen. Maar een masker en goed gedragen en van goede kwaliteit maakt het steeds belangrijker. Mag ik de volgende? Want dat was namelijk mijn boodschap en ik ben benieuwd of er vragen zijn.
En ik hoop dat ik me aan de tijd gehouden heb. Ik vind dat je heel goed aan de tijd gehouden hebt, Hans. En, ik hoop dat het niet snel was. Ja. Hier in de studio was het zeer stil en hingen we echt aan je lippen. Zeer, zeer interessant verhaal. Ik wil ook wel eventjes bij Olaf checken of er ook vragen binnen zijn gekomen. Ja, er zijn zeker een aantal vragen binnengekomen, dokter. Waarvan een aantal ook al direct beantwoord zijn door uzelf. Dus dat heeft u goed opgebouwd. Ja, de laatste vraag is misschien wel de mooiste en ik ga hem toch gewoon stellen. De hamvraag, en zo is het letterlijk hier benoemd. Waarom neemt het RIVM publicatie eigenlijk onvoldoende serieus? En waarom is er eigenlijk zo weinig aandacht vanuit het RIVM voor verspreiding via de aerosol? Ja, nou ja, het is niet zozeer mijn publicatie, nee, maar het is een breed gedragen wereldgedachte. Ja. Waarbij het RIVM zal zeggen, als je het aan ze zou vragen, ja, we besteden aandacht aan ventilatie, want dat staat ook in de richtlijnen. Ik denk zelf dat het scherper kan, inderdaad. Een van de lastigste zaken is natuurlijk dat voor de anderhalve meter is een consequentie heel mooi te bedenken. Namelijk anderhalve meter afstand houden. En voor ventilatie is veel complexer. En ik denk dat zou een reden kunnen zijn waarom ventilatie of aerosolen nog steeds een ondergeschoven kind is. En daarbij is natuurlijk altijd heel veel discussie over, is een masker nou wel zinvol of niet zinvol? Maar ik denk dat we ons de luxe niet kunnen permitteren om achterover te leunen. En, maar dan ga ik hem zelf voor een deel invullen. Dat is een van de vragen hoor. Maar de longen hebben zelf natuurlijk ook wel een mogelijkheid om virusdeeltjes buiten te houden. Denk in beperkte mate. Wellicht dat een rol speelt. Dat daardoor het risico op besmetting wat kleiner is. Nou, dat is wel eigenlijk dat u dat vraagt. Want ik noemde net die meneer Wells. Die heeft in 1934 aangetoond dat materiaal zo'n 1 meter ver komt. Die heeft dierproeven gedaan en die zei al, als ik het virus bij dieren in de neus aanbreng, dan worden die beesten wel ziek, maar die gaan niet dood. Als ik ze het virus met kleine deeltjes laat inademen, diep in de longen, dan gaan ze wel dood. En dat past heel erg juist in de gedachte dat grote deeltjes worden door je neus uitgefilterd. En kunnen daar wel een infectie geven. Maar als het echt diep in je longen komt, dan is de vraag of dat niet juist veel gevaarlijker is. Dus dat pleit eigenlijk tegen die afweer, verhaal van u. Als het dieper in de longen komt, dan zou het best wel eens gevaarlijker kunnen zijn. Wat we in ieder geval weten, is dat er een dosisverhaal is. Dat gewoon hoe meer virus je inademt, hoe meer kans je hebt dat je ziek wordt. Mag ik dan een conclusie trekken dat de sportscholen misschien toch maar weer dicht moeten? He, want dat is juist als je daar lekker staat op de loopband aan het rennen bent. En Casey doet, wat hadden we het vanochtend over. dat zijn de momenten natuurlijk om maximaal die voorzichtige dosis diep in te ademen. Ja, dat is waarom ik ook niet naar sportscholen ga. los daarvan, een sportschool, ik begrijp niet dat je niet zegt van nou laat roeiers en hardlopers buiten gewoon doorsporten. Want dat is niet zo'n probleem. Het gaat om inderdaad, als je langdurig bij elkaar staat, buiten, een klein klutje of binnen, dan betekent, zet in godsnaam al die ramen open en zet goede filtersystemen erin. Maar dat is een hele lastige, dus ik begrijp eerlijk gezegd, de sportscholen begrijp ik nog wel. Ja, dat vind ik een invoelbare. Ik zit even te kijken, Kees, heb jij zo eentje die jou te binnen schiet? Want ik probeer even te filteren. Wat ik nog wel mooi vind, Hans, je werkt dus samen met Atze en dus ook met Maurice de Hond. Daar heb je samen jullie publicatie uitgebracht. Ja. Wat vind jij zo waardevol aan om bijvoorbeeld samen te werken met een Atze als het gaat om die kijk op die techniek? Oh, dat is een hele goeie. Omdat ik roep altijd, een goed klager heeft de oplossing. Maar ik heb niet zozeer die oplossing, omdat ik veel te weinig weet van ventilatiesystemen en recirculatie, et cetera. Dan kan je beter de handen ineens slaan. En we zien ook bij complexe ziekten dat juist multidisciplinaire samenwerking leidt tot kwaliteitsverhoging. Dus ik denk juist dat we de kracht van samenwerking, waarbij je mag realiseren dat je op een bepaald gebied wel iets weet, maar op een ander gebied ook helemaal niks weet, dat je daar juist 1 en 1 3 is maakt. Heel mooi. En Maurice de Hond,
Wat is daar, hoe zie je die in de multidisciplinaire samenwerking? Hij is ontzettend goed in het doorzien van patronen. En dan kan je zeggen, ja, je bent geen medicus of je weet niks van ventilatie. Nee, maar je kan wel heel aan analytisch systeemdenken doen. En dat is eigenlijk hoe computersystemen bij bepaalde analyses ook werken. Zo'n computer heeft geen enkel verstand van bepaalde zaken, maar die gaat gewoon dingen bij elkaar rangschikken. Maurice de Hond heeft niet per se verstand van ventilatie, maar hij ziet patronen. Dus patroonherkenning is eigenlijk heel essentieel. En daar is hij ontzettend goed in. En dan moet ik ook nog een keer zeggen dat hij ook nog ontzettend vasthoudend is. Wat ook in deze een belangrijke eigenschap is. Ja, dat maakt dat mensen wellicht eerder naar je gaan luisteren. Nou, misschien ook niet, want je kan, als je te veel om je heen slaat, dan heb je ook mensen die afhaken. Maar goed, zo is er altijd een balans. Ja, zeer zeker. Dankjewel, Hans. Ik vond het heel interessant om te horen wat even de andere kant is van de techniek, om het zo maar te zeggen. Olaf, ik weet niet of er nog andere vragen zijn. Ja, er zijn uiteraard nog een hoop vragen die opborrelen, maar het is natuurlijk om te kijken of we die koppeling kunnen maken. Exact. Hebben we nog tijd voor één case? Wat mij betreft kunnen we nog best eentje doen. Het ging net al even de situatie in China en recirculatie. Er kwam net al iets langs over HEPA-filters. En ik weet niet in hoeverre dat tot uw specialiteit hoort of wat uw mening daarover is. Maar daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Is dat een oplossing? Vliegtuigen mogen vliegen met de HEPA-filters. Is dat een oplossing voor de korte termijn? In feite is er niet één oplossing, zijn het meerdere oplossingen. Ik geloof ook heel erg in sneldiagnostiek, zodat je in ieder geval een belangrijk probleem eruit filtert. En dan verklein je weer de kans met adequate ventilatie. Waarbij, als ik de getallen zie, heb ik de indruk dat dat een goede ventilatie of eigenlijk luchtverschoningssystemen zijn die vrij snel een belangrijk deel van de virusdosis kunnen verminderen. Als dat niet lukt, masker. Dus ik denk dat er diverse facetten zijn. Van 1,5 meter, thuis blijven als je ziek bent, tot ventilatie, luchtverschoningssystemen met HEPA-filter. Als je al die zaken doet, dan maak je steeds de kans kleiner. Dan nog steeds is die nooit nul. Maar goed, ook dan heb je de viruslood zodanig laag dat iemand misschien daarvan net even minder ziek wordt dan verwacht. Mooi. Dank je wel. Heel mooi om mee af te sluiten. Zeker. Oké. Dank je wel, Hans. Dank voor de uitnodiging. Heel veel succes en nogmaals bedankt. Dank je wel. Top. Dan zijn we inmiddels dus ook aan het, ik zeg maar even, aan het officiële, formele gedeelte het einde gekomen. Een eerste online techniekdag. Ik heb het een interessante ervaring gevonden. Om dit zo te mogen begeleiden als dagvoorzitter en daarin samen te mogen werken met Olaf als moderator. Maar ik ben ook zeer benieuwd hoe jullie het natuurlijk hebben ervaren. Dus laat dat ons alsjeblieft weten. Wat mij blij blijft van deze dag is dat het heel belangrijk is dat we aandacht geven aan de techniek in onze gebouwen. Om ervoor te zorgen dat we een gezond werkklimaat, gezond leefklimaat kunnen creëren. En ik denk dat vandaag in diverse onderwerpen dat ook echt heel goed aan de orde is gekomen wat dat betekent. En nog een van de cliffhangers die ik eigenlijk toch wel even terug wil komen, is dan toch die wc. En Olaf, is er inmiddels, we hebben net vanuit Hans hebben we ook al wat gehoord, maar is er inmiddels ook vanuit de deelnemers een antwoord gekomen op waarom het sluiten van die wc-bril dan zo belangrijk is? Ik heb begrepen en ik moet eerlijk zeggen, ik zou even terug moeten zoeken van wie het kwam, maar dat de kans een factor 10 gereduceerd wordt op een besmetting via die route. Dus dat is wel degelijk de moeite waard. Dus eigenlijk moeten we het OMT nog een briefje gaan schrijven ten aanzien van een ander advies wat er gegeven moet worden. Naast het afstand houden en het handen wassen. Dus het sluiten van die wc-klep. Het sluiten van die wc-klep. Ja, heel goed. Heel mooi. Ja, mooi ook dat er inderdaad wel antwoord op is gekomen. En ook interessant om terug te zien dat het in het verhaal van Hans ook terugkomt. Ik wil deze dag afsluiten door in ieder geval jullie te danken als deelnemer. Dat je deze dag zo hebt bijgewoond.
Daarnaast was deze dag niet mogelijk geweest door alle sprekers die hier aanwezig zijn geweest. En natuurlijk ook de andere TVVL-leden die we hierbij in het zonnetje hebben gezet. Daarnaast wil ik het verenigingsbureau hartelijk danken voor de organisatie van deze hele dag. En uiteraard wil ik Olaf danken als mijn vertrouwde sidekick om dit zo mogelijk te maken. Superleuk om zo te doen, Kees. En ook een stuk interactie met jullie in ieder geval op te bouwen.